Goedenavond, dames en heren, hier in de raadzaal aanwezig, allen van harte welkom. Ook de mensen thuis van harte welkom. En dan gaan we beginnen met de commissievergadering van 4 december. We hebben afmeldingen ontvangen van de heer Nijburg van de ChristenUnie, de heer Hof van gemeentebelangen, en de heer Rooijakkers van D66. De heer Rooijakkers wordt vervangen door de heer Schrijver. En de heer Massier zal wat later aanschuiven. En die zien we wel in de vergadering verschijnen. Speciaal van woord van welkom aan de heer Westerman. Is weer terug als raadslid. Meneer Westerman, Aalt, heel veel succes. Dan zit aan de overkant aan de collegetafel voor het eerst. En hij heeft vanavond niks te doen, maar hij wil gewoon sfeer proeven, denk ik. De heer Schuurman, in zijn eerste avond als wethouder hier in deze commissiezaal. Van harte welkom, speciaal. Verder met punt 2 van de agenda, spreekrecht burgers. Hebben zich geen burgers aangemeld om in te spreken. Verder met punt 3, vaststelling agenda. Ik wil de agenda behandelen conform die voor ligt. Ik neem aan dat u daar geen bezwaren tegen hebt. En dan gaan we verder met agenda punt 4. Kadernota transformatie sociaal domein dichter bij de kern. Verantwoordelijk wethouder de heer Uitslag. Voorbereidend besluitvormend. Dichter bij de kern is de visie van de gemeente Dalsen op de transformatie in het sociaal domein. Een visie over het begrip transformatie en een beeld hoe we deze visie willen vormgeven. De Raad heeft op 22 mei 2017 een werksessie sociaal domein georganiseerd. De adviezen zijn verwerkt in de visie. In de kadernota wordt deze visie op de transformatie nader uitgewerkt en wordt er een basis gelegd voor het beleid uitvoeringsplan transformatie. Het beleidsplan wordt in het najaar van 2018 verwacht. Behandeling in twee ronden, informerend, opinierend en wie mag ik in de vragenronde als eerste het woord geven? Kijk even rond. Mevrouw Lasje, ChristenUnie. Ja, dank u voorzitter. Ik heb twee vragen. De eerste gaat over het werken met één hoofdaanbieder. Dat roept bij ons wat vragen op. Eén regisseur is, kunnen we helemaal mee instemmen. Maar lopen we bij een hoofdaanbieder, één hoofdaanbieder, niet het gevaar dat er geen ruimte meer is voor de kleinere organisaties? En dan zal het er ook vaak gaan over identiteitsgebonden organisaties. Daar hoor ik graag het antwoord van de wethouder op. En de tweede gaat over de inspraakperiode. Die ligt wederom in de zomer. En we hebben vaker meegemaakt dat, dat het niet zo handig is in de zomer. Mensen zijn op vakantie en die denken niet zo aan die inspraak. Kan dat ook anders? Dat waren onze twee vragen. Dank u wel, mevrouw Lasje. Mevrouw Kappert, gemeentebelangen. Ja, dank u wel, voorzitter. Een drietal vragen. Sorry. Wanneer er meer zorgaanbieders betrokken zijn bij een cliënt, wilt u daarvan eentje de hoofdaannemer maken? Nou, mevrouw Lasje refereerde er ook al aan. En de anderen dus onderaannemers. En die zullen dan nauw samen moeten werken. Maar dat betekent ook dat niet alleen die verschillende aanbieders zich hieraan moeten conformeren, maar ook ruimte moeten maken voor overleg en afstemming. En daar is nou juist binnen de organisaties de laatste jaren steeds minder ruimte voor. Hoe denkt u dit te borgen? Dan vraag 2. U wilt ernaar streven dat iedereen een sociaal netwerk heeft. Nou, dat zou het allermooiste zijn inderdaad. Maar heeft u ook een beeld bij hoe u dat zou willen realiseren? En dan vraag 3, en die gaat ook over de planning, maar dan net even een andere kant op. Ik ben het mee eens met de ChristenUnie, inderdaad in de zomer niet heel handig. En ons verzoek is daarbij, op het moment dat het college de beleidsnotitie vast heeft gesteld en de inspraakperiode start, dat de Raad dan ook de beschikking krijgt over de voorgestelde notitie. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Kappert. Meneer Koetsier, CDA. Ja, dank u voorzitter. Wij hebben ook een vraag over de hoofdaannemer. Blijkbaar is dat een opvallend element in de nota. Maar onze vraag is wel een andere. Wie bepaalt uiteindelijk wie de hoofdaannemer wordt?
Dat is onze vraag. En de tweede vraag is, gaat ook over de planning. We hebben dat aan het eind van de kadernota gelezen. Nou, we spreken vanavond over de kadernota. En in oktober 2018 wordt de beleidsnota vastgesteld. Bijna een jaar later. Lijkt u dat niet wat lang? Dat waren onze vragen. Dank u wel, meneer Koetsier. Meneer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. Ja, in de kadernota lezen we inderdaad, hebben we ook gelezen dat de inzet op hoofdaannemerschap wordt gezet. Op zich vinden we dat wel een interessante gedachte. Maar we hebben wel even twee vragen hier nog over, naast de andere vragen die al gesteld zijn. Zijn wij als gemeente Dalfsen hierin nu uniek? Met andere woorden, doen andere gemeentes dit ook? En als we hier uniek in zijn, creëren we op deze wijze dan niet extra administratieve handelingen voor deze aanbieders? Andere vraag die we hebben is, een veelgehoorde klacht van zorgaanbieders is de bureaucratie die aan het ontstaan is. Elke gemeente heeft zijn eigen eisen, waardoor het voor kleine zorgaanbieders heel lastig is om mee te blijven doen. Een voorbeeld is, hebben wij gezien in de jeugd GGZ. En dat geldt dan ook voor aanbieders, zorgaanbieders die zich hierin richten op Dalfsen. We zien dat de vrijgevestigde zorgaanbieders willen afhaken. Met als gevolg dat huisartsen niet meer weten waar ze naartoe moeten. En dat de wachtlijsten bij de grotere instellingen aan het groeien zijn. En onze vragen zijn, is, herkent u deze problematiek? En als dat zo is, wat gaat Dalfsen en wat bent u van plan hier aan te doen? En tot slot nog even een vraag over de financiën. U vraagt een budget voor 50.000 euro aan. Onze vraag is, wat gaan we hier precies voor doen? Dat waren onze vragen. Dank u wel, meneer Veldhuis. Meneer Schrijver, D66. Uit de toegestuurde stukken blijkt dat de gemeente Dalfsen zich goed bewust is van de huidige en de toekomstige uitdagingen op dit gebied, richting de beleidsnotitie. Dat vinden wij van groot belang voor het in goede banen houden van deze belangrijke dienstverlening. Er wordt alleen ook een besluit gevraagd op het besteden van maximaal 50.000 euro voor de ontwikkeling en de uitvoering van het participatietraject op dit onderwerp. En daarin missen we dan nog een goede specificatie. We zien wel een aantal partijen die erbij gevraagd worden en een paar locaties waar het gebeuren moet. Maar we moeten zeker weten dat het bedrag ten goede komt aan het doel. Dus we vernemen graag een goede onderbouwing van deze budgetvraag. De beleidsnotitie waar dit voor gedaan wordt is wellicht elders al gemaakt en deels gratis kopieerbaar. Dat is ook een vraag eigenlijk. Dank u wel, meneer Schrijver. Meneer Wildfank, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel. Ik heb ook een drietal vragen. Het is uiteraard de bedoeling, en dat lezen we ook in het stuk, dat de zorg beter en efficiënter kan worden georganiseerd. En de gedachte daarbij is dat het dan lokaal dicht bij de inwoners moet gebeuren. En dan is de vraag even, wat is uw beeld nou bij dat begrip lokaal? Heeft dat voor u een volgorde, bijvoorbeeld wijk, kern, hoofdkern, regionaal? Of is er een andere volgorde, een ander beeld bij te geven bij dat begrip lokaal? De tweede vraag is, we zien ook dat er ingezet wordt op preventie en vroegsignalering. Daar ondersteunen we van harte, helemaal mee eens. En dan worden een heleboel externe partners genoemd op pagina 7 onderaan. Maar dan missen we dan vervolgens het onderwijs en zorgverzekeraars, burgerinitiatief. Is dat bewust of is dat een niet-limitatieve opsomming? Dat is vraag 2. En de derde vraag is dat in het stuk wordt ook ergens aangegeven dat sommige taken des gemeenten zouden moeten blijven. U hoeft mij nu niet uit te leggen welke dat er zijn, maar ik zou graag van u horen of u een beeld hebt van de taken die per se des gemeenten moeten blijven. Want dan zou ik dat later nog graag een keer van u vernemen wat dat dan is. Dank u wel, meneer Wildfank. De wethouder heeft ijverig meegeschreven en is nog bezig. Maar ondertussen ga ik best praten, voorzitter. Aan u het woord dan. Dank u wel. Ja, dank. Blij om te constateren dat het erg leeft bij de gemeenteraad. Tenminste, zo vertaal ik de vele vragen die gekomen zijn. Met als stip op 1 denk ik wel de vragen rondom het hoofdaannemerschap. Wie bepaalt de hoofdaannemer? En hoe zit het dan met afstemming? Nou, de gedachte hierachter is wel dat we, net als je een huis bouwt, en nogal eens
praktischer is dat je met één aannemer zaken doet en die dan die zorgt voor de rest. Dat ga je zelf doen. Het kan. Je bent zelfs wel eens goedkoper uit. Maar je bent aan het einde van het traject ook overspannen en horendol. Dat is even de ervaring uit de bouwwereld. Als je dat terugvertaalt naar hoe het in de zorg zou gaan. Een van de grootste frustraties is dus wel de ellende en de stress van juist de cliënt. Die zegt, je moet bijna expert zijn om van zorg gebruik te kunnen maken. Hè. Naar de huisarts gaan kan iedereen wel. Maar als je dan een heleboel hebt, dan vraagt het nogal wat. Dus we hebben gezegd, we willen één aanbieder die zich verantwoordelijk voelt voor het geheel. Verantwoordelijk is voor het geheel en ook voor de kwaliteit die voor het geheel geleverd wordt. En dat vraagt inderdaad meer afstemming onderling. Maar eerlijk gezegd, gelukkig meer afstemming onderling. Want dat betekent ook dat ze samen eens naar die cliënt gaan kijken. En zal het meer tijd kosten? Wellicht. Zal het heel veel besparingen opleveren? Zeker ook. Hè? Want de kans dat ze langs elkaar heen gaan werken en aan dezelfde cliënt aan het werken zijn die de verkeerde kant op werken. Of averechts, of ieder doet zijn eigen optimale dingetje, maar een totaalpakket suboptimaal. Dus ik verwacht hier echt wel een kwaliteitsverbetering in. Tegen ongeveer dezelfde kosten. Wie bepaalt dan welke aanbieder gekozen wordt? De vraag van de heer Koetsier volgens mij. Dat bepaalt de cliënt, maar dan samen met de gemeente. Hè. Wij proberen als gemeente, en dat is denk ik ook wel een vraag wat de heer Wildvanke stelt, het antwoord op de vraag. Als gemeente willen wij het gesprek met de cliënt blijven voeren. Wij willen maatwerk kunnen leveren. Wij willen kunnen zien wat het totaal vraagstuk is. In plaats van dat we willen deeloplossingen hebben van de WMO en dat is een stukje participatiewet en dat is een stukje zeuswet. We hebben het totaalpakket zien, zodat we de beste oplossing kunnen aanbieden. Dus ik kan me voorstellen dat een van de taken is waar we als gemeente zelf de regie willen blijven voeren. Om de zorg aan de cliënt voorop te kunnen laten blijven staan. Ik denk dat ik hier bij alle vragen met de hoofdaannemer te pakken heb gehad, maar daar kom ik anders wel weer terug. Zorg voor bureaucratie en herkenning. We hebben bij een ander agendapunt een paar weken geleden hierover gesproken. En hebben gezegd, ja, we herkennen het. Gelukkig niet daar waar die Dals herkent, hebben we het gesprek met de aanbieders zijn we bezig. We praten nu over de kadernota transformatie naar de toekomst toe, waar we juist ook een aantal dingen willen voorkomen. Inkoopmodel wat we nu gaan doen, ook op basis van product in plaats van uurtje factuurtje, geeft ons dat we de aanbieder verantwoordelijk maken. En die kijkt dus, die kan zijn product leveren in plaats van zijn administratie. Wat veel gehoorde klacht nu is, ik ben meer tijd bezig met facturen sturen dan met dan zorg leveren. Nou, straks leef je zorg en je verantwoordt of de zorg geleverd is. Van vooraf afgestelde profielen. Afgestemde profielen. De transformatie D66. We zijn in heel Nederland bezig met die transformatie. De ene is verder dan de ander. Maar het is nog niet kopieerbaar omdat iemand anders het al uitgevonden heeft. Sterker nog, ik denk dat heel veel mensen van ons gaan kopiëren. Als wij op tijd klaar zijn. En we hebben natuurlijk wel een heel lang traject. Trekken we vooruit. Dat roept u allemaal terecht. 8 weken in de zomervakantie. Daarom hebben we ook 8 weken gedaan in plaats van 6 weken. Het is langer dan een gemiddelde zomervakantie. Zelfs de scholen hebben maar 6 weken, zou ik bijna zeggen. Dus we zitten er echt wel omheen. Maar als je ook ziet wat voor een breed participatietraject met al die aanbieders, onderaan pagina 7, zoals de heer Wildvank aangaf. Het is een limitatieve lijst, want de laatste is overige partijen en daar vallen ze allemaal onder. Maar het is ook wel eventjes een aanduiding geweest van hier moet je aan denken, maar inderdaad. Ik noemde terecht nog een aantal partijen meer. Maar ik vond de notitie nu mooi compact en ik wil graag wat compact houden. Dus dat zult u begrijpen. Maar we gaan met zoveel partijen, participatieraad wordt niet voor niks genoemd, al in conclave. En daarnaast mogen we nog weer inspreken. Die weten allemaal dat deze er komt. En daarmee ben ik ook niet zo benauwd voor die zomervakantie. Juist omdat we die hele lange termijn gaan pakken. En daar zitten we wel iets later. We komen in oktober pas uit. Klopt. Maar goed, die zomervakantie die bestaat nu een keer. En dan proberen we dan omheen te organiseren, zodat iedereen zijn zegje heeft kunnen doen. Die 50.000 euro, daar hebben we, meneer Schrijver, geen specificatie van.
Anders dan gezegd, wat we daarvoor wel gaan doen. Wordt te veel. Nou ja, ik denk niet dat we meer gaan uitgeven, maar ik wil ook niet op voorhand mezelf beperken in de communicatie voor een nota die van zodanige importantie is dat echt het hele gemeentebeleid hier aan opgehangen wordt op den duur. En dit gaat input geven voor de omgevingsvisie. Dit gaat voor de hele werkwijze van de gemeente, voor het hele gemeentelijk apparaat impact hebben. Dus we hebben hier wel een serieus budget bij willen zetten. Dat iedereen toch ook wel van de drong is dat we ook de handen vrij hebben om iedereen goed mee te nemen, een goede communicatie te kunnen opstarten. Dus daar, ik heb nog geen begroting, maar u mag er mij op aanspreken als u vindt dat het niet aan het goede is uitgegeven. Ja, want zo werkt het ook. En dan de vraag of wij de notitie die ter inspraak gelegd gaat worden ook willen aan de raad ter beschikking willen stellen. Daar zit ik wel een beetje mee te stoeien, want we hebben hier met elkaar afspraken gemaakt hoe we hiermee omgaan. Hè. Aan de andere kant, er wordt eens aangelegd en dat is openbaar voor iedereen. En daarmee is het ook best makkelijk om een signaaltje richting de gemeente te sturen van hij ligt inmiddels te inzagen en daarna kunt u het vinden. Maar dan vind ik het voor formaliteit zuiver om het dan ook zo te doen. En niet te zeggen, hier heeft u alvast de notitie, de inspraak komt nog, want u krijgt hem pas aan het einde als iedereen zijn zegje erover heeft kunnen doen. Hè? Want dan krijgen we een voldragen stuk en dat is de positie van de gemeenteraad weer. Hè? Dus dan zitten we wel een beetje in stoei van waar is de rol van de gemeenteraad. En op welk moment zijn ze betrokken? Nu aan het begin van de kadernota en straks bij de vaststelling van het beleidsplan. Maar tussendoor wordt het wel spannend als we ook dan weer met officiële documenten naar de gemeenteraad gaan sturen. Dus dat wil ik niet doen, maar ik wil u wel opwijzen en dat effectief hetzelfde. Maar dan heeft u als raad niet de positie dat u ook gaat reageren daarop. Want en dat willen we volgens mij ook geen van allen. Maar dan wil ik het op deze manier doen. Dus u krijgt een signaaltje dat u te inzage ligt. Maar dan houden we het daar ook bij. Voorzitter, volgens mij heb ik de vragen gehad. En anders verneem ik het vast. Dank u wel. Dank u wel voor de beantwoording. Mevrouw Lasje wil reageren. Ja, dank u wel, voorzitter. Bedankt voor de antwoorden. Ik had gevraagd naar die hoofdaannemer. En of er, en u heeft de wethouder iets gezegd van dat dus de cliënt mag bepalen wie die hoofdaannemer is, als ik het goed heb begrepen. Want mijn vraag ging naar die kleinere organisaties, identiteitsgebonden organisaties, of die dan wel de ruimte krijgen, of dat dan alleen maar hele grote organisaties kunnen meedoen om hoofdaannemer te zijn. Wethouder? Nou, ik vertaal uw vraag als een punt van zorg of een oproep wat u mij mee wil geven. Maar ik heb het antwoord nog niet, want daar gaan we mee aan de slag. Het is wel zo dat je van tevoren moet kwalificeren hè, om hoofdaanbieder te kunnen zijn. En of je dan identiteit een punt is waar je op afgeschoten kunt worden, dat denk ik niet. Dus, en of je klein bent, nou ja, het kan best zijn dat het misschien wel niet gewenst is als een hele kleine partij hoofdaanbieder is, omdat die dan meer tijd met coördineren kwijt is, wellicht, dan met zorg verlenen. Maar ik op dit moment werk het gewoon niet. Maar ik neem uw punt mee als een punt van aandacht. Mevrouw Kappert, gemeentebelangen. Ja, ik kan zijn dat ik hem gemist heb, maar het antwoord op de vraag naar het sociaal netwerk en hoe u daar invulling aan wilt geven, heb ik gemist. Klopt dat? Ja, voorzitter, het klopt, ik heb er niet op gereageerd. Dat ga ik nu doen, bij u wel nemen. Het is een kadernota, dus het is waar we inschrijven wat we willen en hoe we het willen, dat gaan we bij de volgende nota doen, dus de beleidsnota. Dus ik kan het antwoord nu nog niet geven. Maar ik ben net als u heel nieuwsgierig wat er komt te staan. Dank u voor de korte beantwoording. Meneer Wilsvank, Partij van de Arbeid. Ik begin even net als mevrouw Kappert. Misschien heb ik het inderdaad ook gemist, maar ik had een vraag gesteld over het begrip lokaal. En misschien geeft u wel hetzelfde antwoord als mevrouw Kappert. Dat zou ik me nou wel kunnen voorstellen, maar ik zou het toch graag willen horen. Meneer Herslag. Ja, lokaal, hè, nabijheid is ook zo'n term die we gebruiken in deze nota. Waarmee we aangeven dat het wel voldoende dichtbij moet zijn voor de cliënten. En misschien is dat wel een mooie definitie voor lokaal. Dank u, meneer Veldhuis, VVD. Ja, dank u, voorzitter. Ja, ik kan mij ook niet aan de indruk onttrekken dat ik nog een vraag mis.
Het gaat over de vraag die wij gesteld hebben, ook naar aanleiding van de hoofdaannemerschap, of andere gemeentes dit ook doen en of dit dan ook niet extra administratieve handelingen met zich mee gaat brengen voor de aanbieders. En de vraag over het budget wat gesteld is, over de onderbouwing daarvan. Ja, u zegt van dat kunnen we nu eigenlijk niet geven, maar dat vind ik toch een beetje raar. Er wordt er wel iets voor gedaan, neem ik aan. Voor die 50.000 euro. Meneer Huisslag. In het kader van de jeugdzorg wordt vanaf 1 januari 2018 ingekocht op de manier van één aanbieder. Ja, dus daarmee zijn we niet uniek, maar met 11 andere gemeentes. Ja, dus dat is misschien wel een deel van een antwoord waar u op zoek bent. En die 50.000, ik heb inderdaad aangegeven wat we ervoor gaan doen. Maar ik heb niet per onderdeel aangegeven wat het gaat kosten. En ik, als je er heel veel plezier aan hecht, we kunnen alles opleveren. En de wetenschap dat het toch niet klopt, hè? Want dat is de andere kant. Inhoudelijk gaan we doen. We hebben groot eerst ook een beetje vooruitkijken. We gaan een jaar vooruitkijken. Waar we heel veel willen gaan doen. Waar we veel partijen willen spreken. En waar we ook de ruimte willen hebben. Om, mochten we een partij vergeten zijn, om die ook nog weer in stelling te kunnen brengen. Dus ik wil het nog niet verder gedetailleerder onderbouwen. Behalve dan dat we inhoudelijk hebben beschreven wat we ervoor gaan doen in hoofdstuk 3. Dank u, meneer Schrijver, D66. Op het gevaar af dat ik dan toch iets te kort door de bocht ga formuleren. Maar ik zit met dezelfde vraag van wat krijgen we voor 50.000 euro, als je vanuit dat bedrag gaat redeneren, de zaaltjes zijn niet zo duur. De ambtenaren die de beleidsnotitie moeten schrijven, hebben we al in dienst. Het zou heel mooi zijn als we inderdaad een voorbeeldfunctie vervullen. Maar gaan we dan externe krachten inhuren om voor ons die beleidsnotitie te schrijven? Want dit is al een fors bedrag, een behoorlijke hap van een vrij besteedbaar bedrag. En we zien ergens anders op de agenda een bedrag staan wat bijna dezelfde omvang heeft. Wat dan besteed gaat worden aan de doeners, de mantelzorgers. En daar zitten we wat zuinig te doen. Dus ik vraag me af of die 50.000 euro, of daar niet wat meer specificatie voor gegeven kan worden. Want we zijn wel voor een participatietraject. Maar als het alleen een traject is voor het ophalen van input voor de beleidsnotitie, dan wordt het wel een heel duur traject. Het gaat om mensen die dit als beleidsambtenaar, als core business, zouden moeten kunnen doen. Meneer Uitslag. Ja, even over het, uw kwalificatie rondom de term mantelzorg, waar we het straks over hebben. Die laat ik graag bij u. Ik ben er nogal niet mee eens. Maar goed, even terug naar de 50.000 euro. We hebben hier afgelopen week volgens mij nog de centrumvisie vastgesteld. Een centrumvisie waarin uw raad nogal positief was over het gevolgde participatietraject wat erin gezeten heeft. Het budget daarvoor was 50.000 euro. En dat is de onderbouwing. U heeft aan de voorkant daar ook niet gezegd wat we er allemaal voor gaan doen. Maar wel het bedrag ervoor in beschikbaar gesteld. Gun ons nu ook het uitvoeringswerk en de creativiteit om het goed te doen. En dan kunt u daarna ook kijken of u enthousiast over bent geweest of niet. Maar als ik bij de centrumvisie van 50.000 euro ophaal, of zonder problemen mogen uitgeven om daar informatie op te halen. En we praten over een nota die wellicht qua importantie nog wel eens verstrekkender zou kunnen zijn. Dan vind ik de 50.000 euro een groot bedrag, maar zeker niet te veel. Dank u wel voor uw antwoord. U wilt nog even een aanvulling, meneer Schrijver, de laatste keer? Ja, de essentie is eigenlijk dat de aard van de besteding naar mijn gevoel meer in het bestuurlijke veld valt dan in het sociale domein. En dat hoor ik nog niet in de specificatie van de begroting nu terug. Meneer Uitslag, voordat we overgaan naar de openingsronde. Ik begrijp niet goed wat de opmerking is van bestuurlijk en sociaal. Ik ben bestuurder en op sociale domein. Het geld komt niet bij mij terecht. Nee, voorzitter, ik bedoel daarmee dat het besteed wordt inderdaad aan een traject waar een beleidsnotitie uit voortkomt. Daar moet het nodig aan voorbereid worden, dat begrijp ik. Maar het is het ophalen van de input voor een beleidsnotitie. En dat is de core business van de beleidsmedewerkers. En die zijn op allerlei terreinen actief natuurlijk, maar in dit geval is het onderwerp het sociale domein.
En de kosten die daar dan voor gemaakt worden, zijn dat nou de uren van de medewerkers, of worden daar externe krachten voor ingehuurd, of worden daar zalen voor gereserveerd? Ik geef hem toch even terug. Het is bijzonder dat we bij de centrumvisie, ook co-business van deze gemeente, deze vraag allemaal niet gekregen hebben. Veel complimenten ontvangen hebben. En het doet veel sociaal domein. En u zegt in één keer, het is veel te veel geld. Ik zou het om willen draaien. We hebben het bedrag als richtbedrag genomen, als maximaal bedrag genomen. Hè, zoals het traject wat gelopen is. Juist omdat u daar als raad zo enthousiast over was. En daar kan ik het over zeggen, ook me niet. Daar zult u het tot nu toe mee moeten doen, meneer Schrijver. Dan gaan we naar de opinierende ronde en ik kijk even rond. Mevrouw Lasje. Ja, dank u wel, voorzitter. Onze opinie. Er ligt voor ons een mooie, heldere en compacte kadernota. Zorg dichtbij, maatwerk en preventie. We zijn blij met deze uitgangspunten en zijn benieuwd naar de verdere uitwerking. Ik zal niet alle punten opnoemen waar we het mee eens zijn, want dan kan ik wel de hele nota voorlezen. Maar ik wil graag twee punten eruit halen. Eén is de aanpassing van het begrip zelfredzaamheid. Dat dat niet hetzelfde is van de gemeente komt pas in beeld als u het zelf niet meer kunt. En twee, dat we blij zijn dat de resultaten van de werkconferentie sociaal domein zijn meegenomen. We hebben wel een kanttekening en een paar punten die we of gemist hebben of waar we extra aandacht voor willen vragen. En eerst de kanttekening. In de nota staat, doel is dat al onze inwoners zelfstandig kunnen meedoen in de samenleving, ieder op zijn of haar niveau. En dat is wel een puntje, die nadruk op zelfstandigheid. Daar hebben we al vaker aandacht voor gevraagd. Zelfstandigheid heeft ook schaduwkanten. In de krant van vandaag konden we lezen dat mensen, vooral ouderen, minder zorg krijgen. Dat hun dat wel lukt, maar dat ze wel eenzamer zijn geworden. In de oude bejaardenhuizen en aanleunwoningen waren er meer natuurlijke gelegenheden voor contacten en deelnemen aan activiteiten. Nu die oude ontmoetingsplekken in de buurt wegvallen, onder andere door het sluiten van instellingen, en mensen langer thuis moeten wonen, en als dan ook tegelijk nog de mogelijkheden voor vervoer minder worden, kan het een behoorlijke drempel zijn om de deur uit te gaan. En dan ligt vereenzaming wel op de loer. En we willen daar echt aandacht voor vragen. En dan een aantal punten die we hebben gemist of extra onder de aandacht willen brengen. 1. De schuldhulpverlening. We zouden graag zien dat het wordt meegenomen, dat het echt integraal in de nota wordt meegenomen. Het is een van de speerpunten, hè, ook. Het heeft zoveel impact als mensen met schulden zitten. De 2 is regelluw beleid. Dat zou we wel graag een pilot willen zien met regelluw beleid. Punt 3, zet in op gezinnen en op kinderen, zeker als het gaat om preventie. Punt 4, er is nog veel te winnen als het gaat om een inclusieve samenleving, waar mensen met een beperking op volop kunnen meedoen. En we zouden ook dat punt graag zien worden, dat het punt wordt meegenomen. Punt 5. Betrek de mantelzorger bij het keukentafelgesprek en vraag dan ook naar hen en wat zij nodig hebben om de mantelzorg te kunnen geven en te kunnen blijven geven. Ga ook met hen in gesprek. En het laatste punt, daar heb ik ook al een vraag over gesteld. We steunen het idee van het werken met één hoofdaannemer, maar we zien wel een gevaar voor de kleinere organisaties. En we willen de wethouder ook vragen om ervoor te zorgen dat ook die zorg bereikbaar blijft. Zorg dat die organisaties hun plek houden. Samengevat, voorzitter. Wij vinden het een prima kadernota. We hebben opmerkingen gemaakt over aandacht voor vereenzaming, inzet op schuldhulpverlening, een pilot bijvoorbeeld voor regelluw beleid, aandacht voor gezinnen en kinderen, werken aan een inclusieve samenleving, aandacht voor mantelzorgers en als laatste zorg dat identiteitsgebonden zorg bereikbaar blijft. Wij vinden het een mooi participatietraject en we stemmen in met de begrotingswijziging. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Lasje. Mevrouw Kappert, gemeentebelangen. Ja, dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt een duidelijke en goede kadernota-transformatie, gebaseerd op alle beleidsnotities waar het raakvlakken mee heeft of waar het op is gebaseerd, zoals het collegeprogramma, de beleidsnotitie meedoen en verbinden, beleid op welzijn en nog wat andere. Mijn zinziens wordt het integraal aangepakt en u geeft aan dat daar waar nodig de verbinding... dat u daar waar nodig de verbinding wil maken met andere ambtelijke afdelingen. En daar zijn we blij mee. Er spreekt een duidelijke ambitie uit deze nota, waar het gaat om ruimte voor maatwerk, passende duurzame oplossingen en sturen op resultaat. Wij zien uit naar het hieruit voortvloeiende beleid. We willen u nog wel een aantal zaken meegeven. Zoals u terecht aangeeft, kan het zo zijn dat de term eigen regie en verantwoordelijkheid op weerstand gaat stuiten.
Het mag niet zo zijn dat mensen die hun eigen verantwoordelijkheid al nemen, het idee krijgen dat dat niet goed genoeg is. Of dat mensen die niet in staat zijn om zelf de regie te houden, het idee krijgen dat ze dan niet worden geholpen. Dat lezen we ook niet, maar we willen u wel vragen om daar aandacht voor te hebben. En we willen dat nogmaals onderstrepen. U geeft in de kadernota aan dat het ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met beperkingen of met chronische, psychische of psychosociale problemen zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving plaats dient te vinden. En in principe zijn we dat zeker met u eens. We willen er echter aan toevoegen dat er oog moet zijn voor de consequenties hiervan voor de cliënt en zijn netwerk. Het bieden van hulp binnen de eigen leefomgeving mag geen doel op zich worden. We willen voorkomen dat hierdoor de cliënt niet de juiste hulp krijgt of het netwerk overbelast raakt. De bevindingen van de participatieraad zouden eind november bekend zijn en die zullen worden meegenomen, maar wij hebben ze nog niet gezien. We zijn daar wel benieuwd naar. Wij kunnen akkoord gaan met deze kadernota transformatie en het beschikbaar stellen van €50.000 voor de uitvoering. En we zijn blij met de toezegging dat we in ieder geval de melding krijgen waar we de notitie kunnen vinden op het moment dat die ter inspraak ligt voor de inwoners. Dus bij deze, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Kappert. Meneer Koetsier, CDA. Ja, dank u, voorzitter. Ook namens ons bedankt voor deze kadernota. Wij vonden het ook een helder, compact en goed leesbaar stuk. En ook uitgangspunten als preventie en maatwerk. En ook het hoofdaannemerschap, dat spreekt ons erg aan. We lezen ook over goede communicatie, dat onderstrepen wij ook. En we willen daarbij graag benadrukken dat eenvoudig en goed bereikbaar belangrijke doelstellingen zijn bij de transformatie. Voor bewoners moet het sociaal domein goed te bereiken zijn en het is belangrijk dat ze niet verdwalen in een oerwoud van regelingen. We willen dat graag meegeven. De opzet om te komen tot een beleidsplan aan de hand van allerlei werksessies vinden we erg goed. Het gevraagde budget voor een goed participatietraject vinden we juist erg belangrijk bij een dergelijk belangrijk onderwerp als het sociaal domein. We willen graag nog één punt meegeven die wat ons betreft ook belangrijk is bij de verdere uitwerking. We willen aandacht vragen voor het mentale welbevinden. Gezondheid gaat ook over vragen rondom geestelijk welzijn, vragen rondom zingeving. En we vinden het als CDA-fractie belangrijk om dit ook mee te nemen in de verdere uitwerking. Wij stemmen van harte in met deze kadernota. Dank u. Dank u wel, meneer Koetsier. Meneer Wildsvang, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel. Dit is een belangrijke notitie, kadernotitie die voor ons ligt. Na de 3 decentralisaties vraagt deze transitie, transformatie mogelijk nog wel meer aandacht van onze professionele organisaties, de samenleving en de lokale overheid. Het vraagt ook een wat andere manier van denken en doen. En die nieuwe manier moet wel gaan landen, zowel binnen de gemeentelijke organisatie als in de samenleving. De gemeente, de organisaties en de inwoners moeten elkaar dus gaan vinden in een nieuw lokaal samenspel. En ieder zal zich deze verandering eigen moeten maken. En om die omslag te maken moet er ook wel wat ruimte gecreëerd worden. Ruimte waarin je wat kunt experimenteren om te kijken wat werkt en wat niet. En om te zien wat er nodig is. Die speelruimte moet binnen de gemeente wel ontstaan. Die zit niet vanzelfsprekend in deze nota. Belangrijk is ook dat duidelijk wordt wat nou precies de taak is van de gemeente die absoluut zelf wil uitvoeren. Daar moeten we wel preciezer in worden van wat is nou des gemeentes. En waar kunnen we het overlaten aan de samenleving, aan de samenwerkingsverbanden. We vinden het jammer dat er nog niet zo heel veel gegevens zijn met betrekking tot de ervaring van de afgelopen paar jaar. Want juist dat had een bron kunnen zijn voor aanpassing eventueel van het beleid. Maar goed, we snappen ook wel dat niet alles tegelijk kan. Dus over het geheel genomen zeggen we, zijn we heel tevreden over de nota. Kunnen we er goed mee instemmen? Ik heb nog een paar suggesties die ik wil doen aan de wethouder om eens te kijken of die daar nog wat mee kan. En ik heb nog een slotnotie zometeen, die wil ik ook wel graag even delen. In eerste instantie maar even wat suggesties. 1 huishouding, 1 plan, 1 regisseur. Helemaal mee eens. Goed uitgangspunt, maar dat staat niet verwoord als uitgangspunt. En volgens mij is het wel de intentie. Nou, participatie en ontplooiing, iedereen doet mee. Dat staat wel in de doelstelling, maar verderop komt het niet weer terug. Juist dat aspect zouden we graag wel wat meer onderstreept willen zien. Nou, in plaats van beheersen en controleren naar samen leren en ontwikkelen,
Dat is een wat andere manier van denken en een andere manier van doen, dat zei ik net ook al. En dat, daar zou je maar zo terecht kunnen komen bij wat ik een jeukwoord noem cultuuromslag. Maar wellicht hebben we dat wel nodig in dit verband. Dus daar vraag ik dan ook bewust aandacht voor. En tenslotte een vangnet voor de inwoners die het niet zelf redden. Dat vangnet moet ook echt wel als een soort randvoorwaarde hier uiteindelijk terechtkomen. Ja, dan heb ik nog een slotwaarschuwing aan onszelf eigenlijk als raad, maar ook wel aan het college. Want op dit niveau van abstractie, daar vinden we elkaar makkelijk. Voldoende dichtbij als invulling van het begrip lokaal. We zullen het net al even langskomen. Worden we het over eens, want je kan er niet over op tegen zijn. Er is niks mis mee. En we kennen ook allemaal de voorbeelden wel uit de werkomgeving. Dan zit je in een of andere workshop met collega's en dan kom je tot de conclusie dat je beter en meer moet samenwerken. Ja, wie niet, hè? Iedereen wil beter en meer samenwerken. Ik heb nog nooit meegemaakt dat iemand zegt, ik wil niet samenwerken. Maar als je dan verderom in de tijd dat gaat uitwerken, dan blijkt in één keer dat we er andere dingen onder verstaan. Zo van samenwerken is dat jij doet wat ik zeg. En dat is niet altijd wat aan de voorkant bedoeld wordt. Dus ga je een spaar dieper, dan wordt het vaak een stuk ingewikkelder. En dan vind je elkaar niet zomaar. Dan komen verschillen op tafel. En op dat diepere niveau moeten we elkaar vinden. Daar ligt hier de uitdaging. En daar, deze notie geef ik het college en onze raad mee van pas op, we komen elkaar nog een paar keer tegen op dit onderwerp. Maar nogmaals, met de nota stemmen van harte. Dank u wel, meneer Hulsvanke, voor deze waarschuwing. Meneer Schrijver, D66. Ja, zoals ik in het begin al zei, ik heb waardering voor de nota. Dus daar blijkt een goede bewustzijn uit van de uitdaging nu, in het verleden en ook in de toekomst. En alle goede woorden die al gevallen zijn, preventie, maatwerk, et cetera, daar ben ik het van harte mee eens. Er is sprake van uniek maatwerk, zo nu en dan, in de hulpvraag. Alleen zo uniek zal de collectieve hulpvraag in onze gemeente toch niet zijn. Dat is de achtergrond voor de opmerking dat gemeentes moeten oppassen dat niet overal hetzelfde wiel wordt uitgevonden, want het wordt een heel duur proces. Dat is tegelijkertijd de achtergrond voor de opmerking die ik maakte over de gevraagde €50.000. En wij stemmen in met de nota, maar de huidige onderbouwing is onvoldoende nog voor het kunnen goedkeuren van deze besteding van €50.000. We zouden daar graag een betere onderbouwing nog voorzien. U stemt in met de nota, maar u wilt een betere onderbouwing van de €50.000. Ja, we maken een voorbehoud voor die €50.000. De rest van de nota die spreekt ons aan. Dank u wel. Meneer Veldhuis, VVD. Ja, dank u voorzitter. En nog even een aanvulling op wat de heer Wildvank net vertelde. In de veranderkunde wordt dan ook wel gesproken over mensen willen wel veranderd worden, maar niet veranderd. We willen wel veranderen, maar willen niet veranderd worden. En dat is denk ik ook inderdaad iets wat hier ook nog wel eens een keer het geval kan zijn. Goed, het is een goed leesbare nota, waarvoor ook onze dank. Een nota die je niet zomaar even neerlegt, want het is inderdaad immers een nieuw onderwerp over een complexe materie. De transformatie van het sociaal domein. Ga er maar aan staan. We zijn het eens met de constatering dat we in moeten zetten op preventie. Dit voorkomt immers hoge zorgkosten in de toekomst. De VVD gaat uit van het standpunt onderzoek alles en behoud het goede. Het is een goede zaak om een beleidsnotitie op te stellen om een eventuele nieuwe richting te geven aan de transformatie. Het uiteindelijke doel is dat elke inwoner van de gemeente Dalfsen indien nodig goede zorg op maat krijgt. Wel van belang is dat de zelfredzaamheid maximaal wordt ondersteund door de persoon zelf en de omgeving. Wel geven we u een aantal punten mee, suggesties mee, om het beleid straks aan te scherpen en te maken. Zorg ervoor dat ook kleine zorgaanbieders mee kunnen blijven doen. Geef de regie hierin niet uit handen aan hoofdaannemers. En zorg ervoor dat er minder bureaucratie komt en minder regels komen. De kleine zorgaanbieders staan vaak dicht bij de patiënten in onze gemeente. We blijven aandacht vragen voor een goede onderbouwing van het budget. Zo ook hier. Wat ons betreft moet het toch mogelijk zijn om aan te geven op hoofdlijnen waar het budget aan wordt besteed. Tot slot een punt waarmee ik dit onderwerp toch wel even wat breder wil trekken. Dan kan wethouder Schuurman meteen deze suggestie meenemen, want u zit er nou toch. Tijdens de behandeling van de sfeerbeelden
Sorry, ik ben even een zin verder. Wethouder, u geeft zelf aan dat de transformatie van het sociale domein raakvlakken heeft met de omgevingswet. Tijdens de behandeling van de sfeerbeelden van de omgevingswet hebben wij aangegeven dat het oude denken in portefeuilles waarschijnlijk niet toekomstbestendig is. De transformatie van het sociale domein laat dit ook zien. Deze onderwerpen gaan over heel veel programma's heen. Daarom nogmaals onze oproep aan het college om te kijken of het besturen langs portefeuilles, zoals we dit nu doen, voldoende toekomstbestendig is. Deze transformatie van het sociale domein en de omgevingswet vraagt juist om integratie en samenwerking tussen de verschillende disciplines en sectoren. Hierbij past het sturen op gebieden kernen waarschijnlijk veel beter. Dus bij deze ook onze oproep om dit aan het hele college om dit mee te nemen. En dat is ook een oproep aan deze raad, want we zullen zien dat dit in de toekomst gaat wijzigen. We zien uit verder naar het beleidsplan en wensen de wethouder en de ambtelijke organisatie alle succes hierbij. Dank u wel, meneer Veldhuis. Ik hoor van iedereen dat het een hele mooie notitie is waar je mee kunt leven. Behalve dat D66 graag een betere onderbouwing wil hebben van de 50.000 euro. U hebt ook van de verschillende fracties een twaalftal, of nou al meer, vijftiental aanbevelingen gekregen om die mee te nemen in, voor zover mogelijk in de beleidsnota. Ik heb ze wel genoteerd, maar ik kan ze allemaal gaan opnoemen, maar ik neem aan dat u meegeschreven hebt, wethouder. Dit alles overziende denk ik dat dit een, of ben ik van mening dat dit een hamerstuk is voor de raad. En dat misschien er nog iets komt wat betreft de 50.000 euro vraag van D66. Maar u hebt daar ook al redelijk antwoord op gegeven, denk ik. Maar dat zien we dan maar even als een verrassing naar de raadsvergadering toe. En dan kan de heer Schrijver of de heer Rooijakkers dan op dat moment daar nog even iets over vinden. Daarmee sluit ik dit agendapunt af. En gaan we verder met agendapunt 5 van de agenda. Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2018. Verantwoordelijk wethouder wederom de heer Uitslag. Voorbereidend, besluitvormend. Voor u ligt de aangepaste verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp. Hierin is vastgelegd de bevoegdheid rondom het vaststellen van de hoogte van de PGB-tarieven. Daarnaast hebben andere inzichten over de eigen bijdrage, de tegemoetkoming bij meerkosten en de mantelzorgwaardering tot aanpassingen in de verordening geleid. Er zijn vorige week een paar textuele aanpassingen doorgevoerd. Deze zijn geel geassenseerd. Ook is het advies van de participatieraad toegevoegd aan de stukken. Hier wederom in twee rondes, informatief, openierend. En wie mag ik als eerste in de vragenronde het woord geven? Mevrouw Schippers, CDA. Dank u wel, voorzitter. Een vraag. Het is meer een verduidelijking die we willen hebben. En het gaat met name over het mantelzorgcompliment. Er wordt nu voorgesteld om een vast bedrag van 100 euro te kiezen. En we zitten een beetje in een dilemma. Wij waarderen mantelzorgers enorm. Ze zijn van groot belang voor de mensen die het aangaat. En ook voor de familieleden daarvan. En ik kom nog uit de tijd dat het mantelzorgcompliment 250 euro was. Dus zo lang zit ik hier al. En hij is nu teruggegaan naar 170 euro, naar 120 euro. En nu is het voorstel om het naar 100 euro te doen. En dat gevoel is een beetje tegenstrijdig. We waarderen ze enorm, alleen het bedrag gaat naar beneden. En ik snap ook wel, het budget daartoe moet toereikend zijn. Maar we hebben ook wel een beetje van, als het bedrag niet toereikend is, wat gaat u dan doen? Dat is eigenlijk een beetje mijn vraag aan u. Dank u wel, mevrouw Schiphorst. En dan meld ik even tussendoor, want dat had ik vergeten bij het begin van deze ronde, dat de heer Massier inmiddels aangesloten is in de vergadering. Welkom, meneer Massier. Meneer Veldhuis, VVD. Ik heb één vraag. Op 1 januari 2019 komt een nieuwe verordening onze kant op vanuit Den Haag.
Wat is de consequentie als we de aanpassing van deze verordening die we nu hebben liggen met een jaar uitstellen om zo te voorkomen dat mensen twee keer in korte tijd met wijzigingen worden geconfronteerd? Of is dat helemaal geen optie? Dank u wel, meneer Veldhuis. Meneer Wildvang, Partij van Arbeid. En dank u wel. Ik heb even een ik geloof verwarrende vraag, maar ik probeer het toch maar even bij elkaar te vegen. Dat staat onder artikel 9, lid 4. Dan gaat het over het tarief voor informele zorg. €20 per uur. Dat hebben we al eerder een keer vastgesteld, schat ik in, of is door het college vastgesteld. Maar het staat er nu weer en ik heb daar toch een vraag bij. Want er wordt een zinnetje bij gezet van als de betreffende zorgverlener, mantelzorger, niet over de benodigde papieren beschikt. Wat nou als hij wel over die papier, toevallig, over die papieren beschikt? Krijgt hij dan een heel ander tarief? Want dat zou wel een raar verschil kunnen opleveren, dat je toevallig over die papieren beschikt krijgt en ik er drie keer zoveel uit betaald. Is dat nou wel helemaal voldoende doordacht? En de tweede vraag die ik in hetzelfde verband heb, is dat ons inmiddels ter oor is gekomen dat dit soort betaling wel door de Belastingdienst gezien wordt als inkomen, maar door de bank niet. En dat je dus bij de hypotheekverstrekkers daarmee aardig in de problemen kunt komen. Is het nog denkbaar dat we als gemeente daar iets organiseren dat mensen die mantelzorg willen verlenen en daar hun inkomen voor opgeven en dit voor terugkrijgen, vervolgens niet in de problemen komen als ze financiering van hun huis zoeken? Dank u wel, meneer Wildvang, meneer Schrijver, D66. Ja, ik sluit mij helemaal aan bij de waarderende woorden van het CDA voor de mantelzorger. Ik denk ook dat je een dergelijke bijdrage aan de hulp aan een ander niet in geld kunt uitdrukken bijna. Mijn vraag is dus eigenlijk, zouden we niet kunnen overgaan tot het vaststellen van een vast bedrag? Een bedrag wat niet wijzigt door de aantallen mantelzorgers, maar wat getalsmatig de symboliek ook weergeeft, namelijk doe er €3 bij op, in plaats van €120 maak er €123 van. Dat is, die €120 was het advies van de participatieraad. Het laat zien dat je in een paar tellen mantelzorger kunt zijn en dat vervolgens jezelf op de tweede plaats komt door een ander op de eerste plaats te zetten en dat het door derden erg gewaardeerd wordt. Dat is de symboliek van dit getal. Mijn vraag, is dit mogelijk? Dank u wel, meneer Schrijver. Mevrouw Lasje, ChristenUnie. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb drie vragen. Ik wil graag aansluiten bij de vraag van de VVD. Die zal ik niet herhalen, maar dat was ook onze vraag over de wijziging per 1 januari 2019. Dan een vraag over de mantelzorg. Er is al vaker over gevraagd, omdat het bedrag steeds naar beneden gaat. Onze vraag is van, denkt de wethouder dat we alle mantelzorgers zo langzamerhand in beeld hebben? We hebben er behoorlijk wat, 500 nog wat. Is dat het ook of zitten de verwachtingen in dat er nog veel meer bij zullen komen? Tweede vraag is, er zijn worden nieuwe bijdragers vastgesteld. Heeft de gemeente overwogen om eigen bijdragers te verlagen of waar mogelijk zelfs af te schaffen? Dat is op het moment een behoorlijk, speelt dat behoorlijk in verschillende gemeentes. En de laatste vraag is dat we het best lastig vinden hoe de wijzigingen zijn aangeleverd. Het is wel een beetje een zoekplaatje tussen de oude en de nieuwe verordening. En we zouden toch wel graag, en dat is ook wel eens afgesproken, wat beter aangeleverd krijgen wat voor wijzigingen er zijn. Dat hoeft helemaal niet, en ook een beetje wat globaal de gevolgen ervan zijn. Dat hoeft niet uitgewerkt per casus of zo, maar dat er een beetje een algemeen overzicht komt van wat wordt nu gewijzigd en wat betekent dat voor de bewoners. Wie moet nou meer gaan betalen en wie niet. Dit is wel een beetje ingewikkeld zo. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Lasje. Verder zie ik geen vragen, wethouder. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Misschien maar gelijk met de laatste even te beginnen. We hebben daar juist een oplegger voor bijen willen doen, voorzitter, mevrouw Lasje. Waar we dit hebben beschreven wat we hebben aangepast, wat misschien ook wat de gevolgen zijn. We hebben het niet in de verordening zelf per artikel gedaan, want we hebben het even geprobeerd. Het werd gewoon onleesbaar en werd het eigenlijk niet beter van. Dus dat laten we ook achterwege. Dan vertellen we gewoon wat we gedaan hebben. Op 1 A4'tje. En volgens mij, we hebben ingezet, we hebben ook gevoeld dat het inzichtelijker was dan die wijzigingen bijhouden als suggestie, want die werkt echt niet. Hebben alle mantelzorgers in beeld? Nee. Onze doelstelling is in 2020 800 mensen in beeld te hebben. Nou, daar zijn we nog niet eens. Bij de mantelzorgcomplimenten die we pas hebben gehad, bij activiteiten, de high beer en high wine, high tea,
Toen heb ik gezegd dat we een kleine 8000 mantelzorgers volgens statistieken in onze gemeente zouden moeten hebben. En misschien ken ik ze wel, maar ik ken ze nog niet als mantelzorger. Dus we hebben ze nog lang niet in beeld. Antwoord op uw vraag. Meerdere fracties hebben aangegeven dat het vervelend is dat het de hoogte van het mantelzorgcomplement elke keer naar beneden werd bijgesteld. En exact dat is ook de reden waarom dit voorstel voor ligt. Dit onderdeel in ieder geval. Waarom werd het elke keer minder? En is dat omdat u als raad een motie aangenomen heeft dat u 61.000 euro beschikbaar wilde stellen. En dat moest op aan de mantelzorgers. Dat hele bedrag moest op aan complement. Dus zoveel mensen zich aanmelden, dat hele bedrag maar door zoveel mensen en dat bedrag krijgen ze. En nu is het rare, tussen aanhalingstekens, dat hoe meer mensen en hoe langer het loopt, hoe meer bekender het wordt. Dat ze steeds meer mensen zich aanmelden, wat we ook eigenlijk graag zouden willen hebben. Maar dat we dus ook de waardering ogenschijnlijk minder wordt. Financieel wel, maar dat is eigenlijk niet wat we willen uitstralen. We hebben dus nu, ondanks het succes dat we iedereen in beeld krijgen, of steeds meer mensen in beeld krijgen, krijgen ze elke keer een minder bedrag. En dat voelt als een mindere waardering. Ik heb ook gehoord van mantelzorgers die het komen ophalen. Ja, minder dan vorig jaar. Ben ik nou minder gewaardeerd? Ik heb juist meer gedaan. Nou, dat hebben we willen voorkomen. Daar stoppen we mee. Wij noemen een vast bedrag. En dan is de rekening wethouder. Of we er binnen het budget blijven of niet. En anders moet hij er maar oplossen binnen het sociaal domein. Dat is de afspraak die we hebben gemaakt met de raad. Een poos geleden al. Waarom 100 euro? We hadden 200 euro was max. 70 euro was de ondergrens. Er zijn gemeentes die hebben 20 euro. Hè. Het gaat gewoon om het gebaar. Nou, dat doen we niet. We hebben naast alle activiteiten die we al aanbieden, ook nog eens een keer een financiële bijdrage. En 100 euro was het bedrag waar we redelijk uitkomen, denken. En met het aantal mensen dat we nu al in beeld hebben. 120 euro, daar gaan we het gewoon niet voor doen. Nu al niet. Nou, dat mag. Maar dan moeten we echt meer geld geven. Want anders is het natuurlijk een... iets te gemakkelijk. Ik kan niet zo zijn dat ze 120 euro, maar moeten we voor hetzelfde bedrag doen. Want dat kan ik u voorrekenen, gaat niet lukken. Dat is dus de reden waarom we voor een bedrag hebben gekozen wat en mooi rond is. Toch nog wel, laten we ook eerlijk zijn, een best stevig compliment om te krijgen. Het is een beste waardering als je het vergelijkt met de gemeenten die ook maar 20 euro doen. 100 euro is naar de orde van het college een mooi bedrag. Dan nog even over de verordening uit Den Haag. Nou, er komt misschien niet de verordening, er komt misschien nieuwe wetgeving. Er staat iets in het coalitieakkoord. Maar hoe dat eruit komt te zien, als u het weet, we zijn nieuwsgierig. Maar ik heb er gewoon niet op willen wachten. Te meer ook omdat we deze verordening al moesten aanpassen als gevolg van die uitspraak van het college van beroep. En dus we moesten. Nou, daar gaan we ook niet wachten. Met als nadeel dat we de mantelzorgers volgend jaar misschien nog weer met een andere waardering moeten hebben. We gaan nu één keer duik uitgeven en daar ga ik dan ook maar mee doen. Dan nog even over artikel 9, PvdA. Wat als de persoon in kwestie wel gekwalificeerd is? Nou, ik weet niet eens zeker of we dan over mantelzorg praten, maar of we dat niet praten over zorg en natura of over andere manieren, PGB's. Ik weet het oprecht niet. Als u er heel veel waarde aan hecht, wil ik dat wel nazoeken. Voor wat betreft de hypotheek, ik wou ook het aankompassen vanuit de gemeente. Ik weet wel dat we juist in het kader van de transformatiegedachte, wel een aantal van deze casussen hebben en waar we ook anders mee proberen om te gaan. Ook die juist proberen te helpen, zodat ze wel een huis kunnen kopen wat ze zouden willen hebben. En waar ze normaal gesproken wel zouden kunnen kopen ook. Dus wij proberen daar wel heel creatief mee om te gaan. Maar dat is echt wel casusafhankelijk en ook wel, dus niet voor het te delen hier. Maar het lukt mij niet vanuit het dan toch relatief kleine Dals om de hypotheekregels aan te gaan passen. Of de bankenwereld anders te gaan doen dan ze zouden willen. Eerlijk gezegd, dan zou ik ook een paar andere dingen wel graag willen veranderen. Dus we gaan maar eens proberen praktisch op te lossen binnen de mogelijkheden die we hebben. Overigens, ik deel uw signaal dus wel. Dank u wel voor de beantwoording, meneer Wilsdank. U wilt nog even reageren? Ja, even op dat eerste punt van
Wat nou als, hè, als toevallig de zoon, een van de ouders, de oom, de tante, toevallig gekwalificeerd is en mantelzorg verleent. Zo staat het nu in de tekst althans. Dan zou er dus kennelijk een ander tarief gaan gelden. Is dat echt zo? En zo ja, hoe gaan we daar nou mee om? Dat was eigenlijk mijn vraag. Ja, uitslag? Vooralsnog denk ik niet dat er geen ander tarief gaat gelden. Maar ik wil het wel nagaan om te kijken of dat anders is. Maar volgens mij is het zo dat iemand die mantelzorg verleent een vast bedrag krijgt. Of er staat een vergoeding voor genoemd. En als hij als professional zijn zorg wil aanbieden, dan hebben we op andere manieren onze zorg inkoop. Dan doen we het op andere manieren. En de voorzitter, nog eentje dan. Want dan zou ik sterk adviseren mijn tekst aan te passen. Maar in de tekst staat iets van, staat een soort uitsluiting van iemand die over de vereiste kwalificaties beschikt. Dan wordt er een ander tarief gehanteerd. Nou, dat zou dus ook toevallig de zoon, de tante, de oom kunnen zijn. Dus en dan moet u echt de tekst even goed op nakijken. En ik zou toch ook nog wel even de suggestie mee willen geven. Denk er nog eens even goed over na of dat dan wel klopt wat u nu denkt te zeggen. Ik weet eerlijk gezegd niet goed, voorzitter, wat de zorg zegt over betaalde zorg leveren aan familie. Of niet als professional, dat beter ze niet zou kunnen doen zelfs. Maar ik ga hier even achteraan en daar krijgt u voor de raadsvergadering een duidelijkheid over. Dank u wel voor de antwoording. Mevrouw Lasje, u wil nog reageren. Ja, dank u, voorzitter. Ik wil even wat de wethouder zei over de wijzigingen. Ik ben heel blij met de oplegger of die bijlegger die gemaakt is, hoor. Dat was duidelijk. Alleen wat daarmee precies veranderde, dat was niet helder op de concrete dingen, zeg maar, in de verordeningen. Dat vond ik lastig te lezen. Maar ik begrijp wel, als u er niet uitkwam, dan bleef het waarschijnlijk lastig. Dat was het ene. En de tweede vraag had ik gevraagd naar of de gemeente overwogen heeft eigen bijdragers te verlagen of misschien op sommige gebieden af te schaffen. Daar heb ik nog geen antwoord op gehad. Wethouder? Nou, voorzitter, we hebben deze verordening is eigenlijk een technische aanpassing die we moesten doen als gevolg van de uitspraak van het college van de beroep. En dat is eigenlijk ook misschien een deel van het antwoord op de PvdA van net. Daarnaast hebben we voor de mantelzorg die aanpassing gedaan, omdat we echt een ongewenste situatie zagen ontstaan en ook wel signalen kregen. En voor de rest hebben we niet een aparte overweging gehad over het verlagen van eigen bijdragers. Sterker nog, we hebben een aantal categorieën uitgebreid om het solidariteitsprincipe, wat we met elkaar toch hoog aan het vaandel hebben, iets verder uit te breiden. Maar we hebben niet verder nagedacht over hoogst van eigen bijdrage, vanuit de wetenschap, dat ook het CRK daar juist kijkt naar de eigen draagkracht, hè, dus de eigen de volgstoets zelfs toevoegt. Dus hebben we niet naar gekeken. Dank u wel. En daarmee sluit ik de vraag of de informerende ronde af. En dan kijk ik, of gaan we verder met de opinierende ronde. En ik kijk even rond, wie mag ik daar als eerste het woord geven? Meneer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. Ja, dank voor de stukken. Het is goed te zien dat er bij de maatwerkoplossing een eigen bijdrage naar draagkracht wordt ingevoerd. Kan ons op onze instemming rekenen. Ook de stap naar een vaste waardering per mantelzorger kunnen wij waarderen. We zijn het met de wethouder eens dat in de huidige participatiemaatschappij, die als het goed is leidt tot meer mantelzorgers, de bestaande systematiek niet meer te verdedigen is. In dit geval neemt zelfs de VVD het financiële risico dat hieraan kleeft voor lief. De VVD kan daarmee ook zijn goedkeuring geven aan de bijstelling van de verordening. En daarmee gaan we akkoord. Dank u wel, meneer Veldhuis. Mevrouw Schippers, CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. Bedankt voor de beantwoording rondom dat tarief wat naar beneden gegaan is voor het mantelzorgcompliment en daar tegenover het budget, wat dan eigenlijk het bedrag is waar we het voor moeten doen. En ik begrijp ook, die 100 euro is dan een vaststaand feit en dat we het daarvoor gaan doen, nu en in de toekomst. En ik zou u nog willen vragen of u kunt aangeven wanneer de bodem in zicht komt, of u ons dan kunt informeren als raad, zodat daarop geschakeld zou kunnen worden, om eventueel daar iets bij te plussen. Maar dat hoor ik graag van u. En de technische aanpassingen, daar stemmen we mee in. En ook het intrekken van de verordening die er lag. Dank u wel, voorzitter. Ik wacht nog even op zijn bericht. Dank u wel, mevrouw Schiphorst.
Meneer Wildfang, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel. Ik zal het kort houden. Met het vaststellen van een vast bedrag voor die mantelzorgers kunnen we ons goed. Vinden we een goed idee. De enige kanttekening die ik erbij zou willen maken is dat we vanuit de PvdA in ieder geval graag bereid zouden zijn om het budget iets op te hogen om die €120 mogelijk te maken. Want als ik dat even snel doorreken, is dat een verhoging van, nou laat ik het zo zeggen, die vind je op de begroting niet meer terug. Dus die heb ik er graag voor over. En dat vraag ik ook gelijk aan de collega-fracties om daarin mee te gaan, want dan hebben we dat ook maar gelijk gehad. De discussie over tarief, waar ik net even aangezwengeld heb, nou, u komt er nog even op terug, dat wacht ik graag even af. Dus daarmee is het wat mij betreft voldoende beantwoord en kunnen we verder instemmen met de voorgestelde wijzigingen. Dank u wel, meneer Wildfang. Meneer Ellenbroek, gemeentebelang. Ja, dank u, voorzitter. In de inleiding zien we dat door ontwikkelingen in het afgelopen jaar en een uitspraak van het CRVB er aanleiding is om de huidige verordening te vervangen. U stelt voor een eigen bijdrage te vragen voor elke maatwerkvoorziening. Bij de kanttekeningen staat dat er vanuit het regeerakkoord op 1 januari 2019 opnieuw een wijziging plaats zal vinden. Er zal dan sprake zijn van een zogenaamd abonnementstarief. Dit met de achterliggende gedachte dat de uitvoeringskosten en administratieve lasten fors omlaag kunnen. Daar de uitvoering hiervan nog onduidelijk is, de wethouder zei het ook al, zijn wij van mening dat de wijzigingen op dit moment doorgevoerd kunnen worden. Voorzitter, we zijn het eens met het voorstel om voor de mantelzorgwaardering een vast bedrag in te voeren. Bij de huidige systematiek zou de waardering elk jaar minder worden en dat kan niet de bedoeling zijn. Evenals de mantelzorgmakelaar hebben ons ook berichten bereikt dat mantelzorgers hier moeite mee hebben. Mocht het aantal mantelzorgers in de toekomst dusdanig stijgen, en we denken dat dit gaat gebeuren, en het budget van 61.000 niet meer voldoende is, dan zal dit volgens ons moeten worden aangepast. Wij kunnen verder akkoord gaan met het voorstel. Dank u wel, meneer Ellenbroek. Mevrouw Lasje, ChristenUnie. Ja, dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt een wijziging van de verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp. Een wijziging deels omdat het moet en deels omdat het kan. En het wijzigen van wat moet steunen we uiteraard. Blijft over het wijzigen van wat kan. Het zijn weliswaar geen grote wijzigingen, maar toch alweer een wijziging. En dat terwijl er voor januari 2019, er is al vaker over gesproken, een grote wijziging staat aan te komen. Nog niet helder, maar komt wel. De fractie van de ChristenUnie vindt het niet verstandig om zo vaak eigen bijdragers, hoogtes van eigen bijdragers te wijzigen. Immers, elke wijziging van eigen bijdragers geeft onrust en onduidelijkheid. Zeker omdat het mensen betreft die toch al vaak in een lastige financiële situatie zitten. En dat pleit wat ons betreft voor om nu geen wijziging wat betreft de eigen bijdragers door te voeren, maar te wachten tot de aangekondigde wijziging in januari 2019. Dat is ook in lijn met het advies van de participatieraad. En bij die wijzigingen zouden we dan ook wel graag eens willen spreken over de mogelijkheid om bepaalde eigen bijdrages af te schaffen of om te verlagen. Het tweede stukje is over het mantelzorgcompliment. Allereerst zijn we erg blij dat er steeds meer mantelzorgers in beeld komen. Nu al meer dan 500, dat is prima. Onze samenleving kan niet zonder deze belangrijke groep zorgers, die vaak zelf vinden dat ze toch gewoon hun plicht tot ouder of man of vrouw doen en die niet zo vaak aandacht voor zichzelf vragen. En tegelijk hebben ze die aandacht en ondersteuning hard nodig om het vol te houden. De keuze voor een vast bedrag voor het mantelzorgcompliment vinden we prima. Dat geeft duidelijkheid. Maar de hoogte vinden we wel wat zunig, wat knieperig. Het lijkt wat in tegenspraak met het belang dat we als gemeente zeggen te hechten aan hun werk en inzet. En ik weet wel dat de wethouder heeft dat uitgelegd, zo moet je het niet zien. Maar ik blijf het wel een beetje zunig vinden. Met de €100 dit jaar lijken we geld over te houden en wat onze fractie betreft gaan we naar een vast bedrag, maar daarvan €120, ongeacht hoeveel mantelzorgers het betreft. Dat betekent, voorzitter, dat we met het voorstel zoals het er nu ligt nu nog niet kunnen instemmen, omdat we toch wel graag die aanpassingen willen opschuiven tot 2019 en omdat we graag een hoger bedrag willen voor het mantelzorgcompliment. Dank u. Dank u wel, mevrouw Lasje. Meneer Schrijver, D66. We zijn al woorden aan gewijd. En ik sluit me vooral aan bij de opmerking van de ChristenUnie. Die komen overeen met het advies van de participatieraad. De historie van het bedrag vanaf €250, die kende ik nog niet. Maar dat maakt wel duidelijk dat we behoorlijk onderuit gegaan zijn per mantelzorger. Dus mijn pleidooi om er een vast bedrag van te maken, ik hoor
Ik hoor het graag bevestigd worden dat het kan door een aanpassing van het budget. En het symbolische ervan, die 1, 2, 3, daar zou ik dan voor pleiten. Dat is €3 meer bij 500 mantelzorgers, €1500. Je vindt het inderdaad niet terug op deze begroting, zoals de PvdA terecht zei. Dank u wel, meneer Schrijver. Wethouder, er zijn wat, of nou, ik heb niet van alle fracties gehoord, €120, wat het, de Partij van de Arbeid voorstelt. Kan daar nog een reactie op komen? En dan is er nog de eigen bijdrage en dit pas in 2019 wijzigen. Kunt u daar nog een reactie op geven, wethouder? Ja, voor wat betreft die €120 wellicht, voorzitter. Was deze maatregel, deze verordening hard moeten voorleggen aan uw gemeenteraad? Hadden we dat gedaan zonder verdere wijziging met betreft de mantelzorg? Was de mantelzorgwaardering onder €100 uitgekomen? Zeer waarschijnlijk. Hè, dus ik ben echt een beetje verbaasd over de zinnigheid en knieperigheid die ik nu hoor hier. En eerlijk gezegd, dat doet me wat. En dat vind ik niet zo leuk, merk ik. Het is echt een genereus gebaar. Ik heb het als raad €70 acceptabel gevonden toen ik die motie indiende. We gaan er €30 boven zitten, de helft boven zitten. En ik moet tegen mijn voorzienigheid. Nou, sorry hoor, daar kan ik niet zoveel mee. Verder, ik ben gek van getallen en van symboliek. Maar om dan ook maar weer met bedragen nog €3 bij op te doen om een mooi symboliek te maken. Nou voorzitter, mantelzorg is mij te dierbaar om dat mee te spelen met getallen. Dus u mag een amendement voor indienen. Ik ga het niet voorstellen. Voor wat betreft de hoogte van de eigen bijdrage. De hoogte wordt niet aangepast. Alleen er worden twee categorieën toegevoegd. Woningaanpassing, mensen die een compleet eigen huis hebben, dat gewoon kunnen betalen enzovoort. Die vergoeden we nu als gemeente. We hebben als gemeente gezegd, wethouder, is alles goed en wel, u doet alles binnen het eigen budget. Maar de mensen die het makkelijk zelf kunnen betalen, hè, draagkracht enzovoort, dat voegen we toe. En de wetenschap dat Den Haag wel wat opgeschreven heeft over €12,5, maar dat hebben we nog niet over nagedacht heeft hoe ze het uit gaan werken. Dat kan maar zo dat ze dat gezegd wordt, ja, dat doen we voor twee categorieën. Net zoals de rolstoel die ook niet een eigen bijdrage gaan kennen. Zeg het maar om dan vervolgens maar te gaan wachten en vervolgens de budgetten dan toch echt maar tegen de randen, over de randen heen te laten gaan. Vind ik dat u mij met een wat moeilijke boodschap op pad gestuurd hebt. Hè, om binnen het hardwerk van het sociaal domein alles te organiseren. Maar vervolgens dan toch ook maar maximaal mogelijk te maken. En dat geldt ook voor die €120. €20 extra. Ga ik er 800 mensen vinden? Ja, dat vind ik niet zo gauw weer terug. Maar dan praat wel over serieuze bedragen. Extra weer. Net zoals die eigen bijdrage. Ja, en houd het een keertje op. Houd echt wel een keertje op. Tenzij ik een andere begrotingswijziging zie. Maar die zie ik wel graag in de vorm van amendement met de dekking erbij. Want ik heb hem op dit moment niet. We hebben net de begroting vastgesteld. En zo vooruit heb ik gewoon niet. Dus voorzitter, we hebben geen eigen bijdrage verhoogd. We hebben een aantal categorieën toegevoegd. Waar het, als je er goed naar kijkt, helemaal niet zo raar is dat mensen het kunnen betalen. Hè, want die vermogenstoets, alles zit erop. Dat het helemaal niet zo raar is dat mensen daar een eigen bijdrage aan gaan doen. En voor de rest, die eigen bijdrage is dus, wat mij betreft, heel, heel goed te verdedigen. En de onwetendheid van wat Den Haag nog gaat doen en per wanneer ze dat gaan doen. Hè. We hebben met elkaar wel eens vaker de datum gehoord uit Den Haag. Die laat toch wel heel erg moeilijk bleek te zijn. En daar wil ik gewoon niet op wachten. Dus dat is het voorstel wat we hebben voorgelegd. En ja, als u er niet meer akkoord bent, dan hoor ik dat graag in de raadsvergadering. Dank u wel voor uw antwoord. Dan komen we aan het eind van dit agendapunt. Ondanks dat er toch een viertal fracties akkoord zijn met het stuk zoals die voor ligt, is toch de discussie over de eigen bijdrage. Ik denk dat de wethouder een duidelijk antwoord heeft gegeven wat betreft de eigen bijdrage, dat daar in 2019 meer duidelijkheid over komt en dat we daar verder naar moeten kijken. Wil ik het toch als bespreekstuk meegeven naar de raad toe om eventueel de kans te geven om hier nog wat aan te wijzigen.
En daarmee sluit ik dit agendapunt af. Dan gaan we verder met agendapunt 6 van de agenda. Evaluatie veiligheidsregio IJsseland. Verantwoordelijk burgemeester Noten, openierend. In de kadernota verbonden partijen maart 2016 is vastgelegd dat aan het eind van iedere raadsperiode een evaluatie zal plaatsvinden van de verbonden partijen aan de hand van het afwegingskader uit de kadernota. Doel van de evaluatie is antwoord te geven op de vraag of de verbonden partijen nog steeds de geëigende vorm is om de doelstellingen van de gemeente te realiseren. De veiligheidsregio IJsseland is de eerste verbonden partij die met de evaluatie komt. Behandeling in twee ronden, informerend, opinierend. En wie mag ik in informerende ronde als eerste het woord geven? Meneer Raamaker, gemeente Belangen. Dank u wel, voorzitter. We hebben even een paar vragen vooraf. En dat is de besturing van de verbonden partij. De gemeentelijke rol is eigenlijk de mede-eigenaar, klant, maar ook opdrachtgever, maar ook u zit als bestuurder aan tafel. En de afgelopen periode is op de rol van de opdrachtgever, klant, minder gestuurd. En wat is daar de reden van geweest? Is dat de reden dat u zeg maar niet meer in het bestuur zit? Of dat de opdrachten niet u betroffen, zeg maar, in uw portefeuille? En dan de vraag, ja, de evaluatie is mooi. De regio die loopt al een poosje. Een algemene vraag. We hebben minder zicht op de regio, op de veiligheidsregio. Maar de afgelopen jaren is dat een kans geweest of zijn er ook bedreigingen geweest of zijn er juist nu nog bedreigingen? Dan de vraag dus ook van voldoet de besturing van de verbonden partij? Nou, de financiën hebben we gezien, daar komt iets van terug. En de verwachte doelstellingen, nou, de vooruitblik. Ja, eigenlijk is een van de verwachte ontwikkelingen is de omgevingswet en de WABO. En gaat ons dat geld kosten in de toekomst? Dat zijn de vragen. Dank u wel, meneer Raamaker. Meneer Wildvang, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel. Ik moet om te beginnen zeggen dat ik het best wel een ingewikkelde vraag vond en vind die hier gesteld wordt. Het is niet zo makkelijk te beantwoorden. Zeker niet voor mij in ieder geval. Maar ik heb mijn vragen uiteindelijk geprobeerd samen te vatten in één. En aan de hand van een voorbeeld zou ik graag van de portefeuillehouder, van de burgemeester willen horen, in een korte schets, hoe u nou ervaart dat het gaat. En dan zou ik dat graag willen zien aan de hand van een ramp is een groot woord, een calamiteit. Want hoe voelde u zich nou tijdens dat treinongeval vorig jaar? Voelde u zich nou voldoende ondersteund en gesteund? En vond u dat u voldoende invloed had op dit fenomeen veiligheidsregio? Want daar komt het in één keer even tot leven en bij elkaar. Dus ik was even benieuwd hoe u dat hebt ervaren. Dank u wel, meneer Wildzank. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Die twee petten die genoemd worden, zijn die met elkaar te rijmen? En toen dacht ik, ja zeker, maar moet je maar eens even luisteren. De burgemeester heeft hier twee petten op zijn hoofd. Kan hij zo wel waarmaken wat hij ons heeft beloofd? Nou, dat gaat eigenlijk over dezelfde vraag als die Raamaker ook stelde, maar die past wat meer dan in deze tijd, hè, van december. Maar we zijn wel benieuwd hoe u dat hebt ervaren. Hebt u nou de afgelopen tijd ook problemen ervaren of spanningen erop ervaren? Of is dit een theoretisch model? Vervolgens, als je kijkt naar het organogram wat er wordt meegegeven voor de veiligheidsregio, zie je dat als het gaat over bijvoorbeeld de brandweer, dat ook de uitvoering onder de regio valt. Bij de politie, die zit wel in het directieoverleg of directieberaad, hoe heet dat? Veiligheidsdirectie heet dat. Maar die heeft natuurlijk daar wel een hele andere rol. Levert dat nou spanningen op tussen dit soort verschillen in organisatie? Dat is eigenlijk onze vraag. Ten meer ook omdat we eigenlijk wel benieuwd zijn van wat zijn nu de overige momenten waarop de gemeente Dalfsen met politie separaat aan tafel zit. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? En het laatste is wat we graag willen weten is van er wordt gesproken over financiële risico's.
Maar waar moeten we dan aan denken? Kunt u daar iets over zeggen en zijn die ook in voldoende mate afgedekt? Dank u wel. Dank u wel, meneer Nijkamp. Meneer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. Ik heb één vraag. Zitten er financiële consequenties aan voor de gemeente Dalfsen voor het hanteren van het nieuwe financiële verdeelsystematiek, dat combinatiemodel? Meneer Schrijver, D66. Ik heb even een vraag, omdat mij iets opviel in het dagelijks bestuur. Is sprake van de vertegenwoordiging van allemaal gemeenten langs de IJssel. Dus de IJsseldelta is goed vertegenwoordigd. Is daar een bewuste keuze of is dat puur toeval? Dank u wel, meneer Veldhuis. Meneer Lochtenberg, CDA. Dank u wel, voorzitter. Ook wij hebben een paar vragen. Een paar dingetjes. Wij hebben bij de behandeling van de nota integrale veiligheid specifiek gevraagd naar hoe om te gaan met de toenemende internetcriminaliteit. Ziet de portefeuillehouder hier een rol weggelegd voor de Veiligheidsraad? Dan wordt er geconstateerd dat de Dalfsen in ieder geval steeds meer taken weer over begint te nemen van de veiligheidsregio. Nou kan ik me best voorstellen dat het wat lastig is van wat heuvel je nou over en wat neem je nou als veiligheidsregio voor je rekening en wat niet. Maar wat is daar nou de reden daarvan en heeft dat uiteindelijk gevolgen voor ons kostenplaatje overal? Zo ook de opmerking, de constatering dat veel organisatoren van evenementen constateren dat de Veiligheidsraad zich er veel minder bemoeit met hun organisatie. Zelfs dat het vragen bij hun oproept. Kunt u daar iets over zeggen van wat daar de reden van is? Dan berichtte de Stentor afgelopen donderdag over een toenemend tekort aan agenten. Dat is natuurlijk niet de rechtstreeks veiligheidsregio, maar verwacht de portefeuillehouder dat die afname consequenties heeft voor het functioneren van de Veiligheidsraad, bijvoorbeeld bij incidentenbestrijding of veiligheidscontroles. En dan dringt de invoering van de omgevingswet, dat is net ook al even genoemd, die dringt de rol van de gemeente terug. Wat betekent dat dan ook een kleinere organisatie en minder kosten in dit verband? Zeg je? De invoering van de omgevingswet. Die dringt de directe invloed van de rol van de gemeente terug. Dat betekent ook voor vergunningen, dat soort dingen. Dus hebben we daar nou zo meteen minder mensen nodig vanuit de regio? Nee, en de rest die komt in mijn opinie wel. Dank u. Dank u wel, meneer Lochtenberg. Meneer Noten, aan u de heer. Dank u wel, voorzitter. Het is natuurlijk een evaluatie van de veiligheidsregio. En het punt is, en dan probeer ik ook daarmee onmiddellijk een antwoord te geven op de vraag van de heer Nijkamp, maar ook anderen over die dubbele petten. Ik geloof dat de heer Aanmaker het daar ook over had. De rol van opdrachtgever is in feite in de afgelopen jaren niet ingevuld, omdat u dat niet gedaan heeft. Het klinkt als een jijbak, maar zo is het echt niet bedoeld. We hebben altijd keurig meebestuurd, maar we hebben nooit een eigen agenda ingebracht. U heeft dat niet gedaan en ik heb dat natuurlijk ook niet gedaan. Ik heb dat wel op persoonlijke titel gedaan op een aantal momenten, maar nooit in de opdracht van de raad. De manier waarop we nu met die verbonden partijen willen omgaan is dat we dat, en dat is gewoon het nieuwe, dat we iedere keer aan het begin van de raadsperiode aan de raad willen vragen, beste raad, wat is nou de opdracht die u de portefeuillehouder meeneemt vanuit het perspectief van de gemeente Dalfsen? Dus niet vanuit het perspectief van de veiligheidsregio, maar gewoon wat wil de gemeente Dalfsen in de veiligheidsregio bereiken? En in feite hebben we dat nooit eerder gedaan, dat is echt nieuw. Maar ja, goed, je moet een keer beginnen, dus we beginnen nu met iets te evalueren, terwijl we niet van tevoren de opdracht hadden opgeschreven. Maar je moet een keer beginnen met evalueren. En je moet vanuit die evaluatie ook als het ware een opdracht meegeven aan de nieuwe raad. Dat is in feite ook wat hier in de opinievorming aan de orde is.
Dus zijn die twee petten niet te combineren? Die zijn uitstekend te combineren. Aan de ene kant, wat wil je als Dalfsen inbrengen in een veiligheidsregio en wat is je bestuurlijke verantwoordelijkheid? Dat is absoluut te combineren, meneer Raamaker en meneer Nijkamp. Maar we hebben het gewoon nooit eerder gedaan. Dus dit is een poging om daar een verandering in aan te brengen. Overigens heb ik, zoals u heeft kunnen lezen, wel persoonlijk een aantal doelstellingen proberen te realiseren in die veiligheidsregio. Maar die zaten toch voornamelijk op het punt van de veiligheidsregio zelf. Dan heb je het over bestuurlijke continuïteit, zoals dat benoemd is. Het gaat om financiële beheersbaarheid, met name in het kader van de kostenontwikkeling. En wat ik altijd heel belangrijk heb gevonden, en ik vind het nog steeds ongelooflijk belangrijk, dat is dat je gewoon goede verhoudingen hebt tussen de verschillende gemeentes. Een van de manieren om die goede verhoudingen tussen die verschillende gemeentes en daarmee ook de bestuurbaarheid van zo'n veiligheidsregio, om die ook te borgen, is dat je helder hebt wat de verschillende belangen zijn van de verschillende gemeentes. En meneer Lochtenberg, ik geloof dat u die opmerking maakte over het verdeelmodel, of meneer Veldhuis, geloof ik, neem me niet kwalijk. Ik heb toen ik in het dagelijks bestuur zat, en nu nog steeds, stuur ik op het feit dat gemeentes, individuele gemeentes, niet buitenspoor getroffen mogen worden, doordat we als collectief andere verdelingssystemen gaan afspreken. Het is al te makkelijk om met z'n allen andere verdelingssystemen af te spreken, waarbij sommige gemeentes dan heel veel vooruit gaan, maar enkele gemeenten heel erg achteruit, die dat vervolgens moet verantwoorden naar haar eigen gemeenteraad toe. En die zal dat niet begrijpen. U zou dat ook niet begrijpen als u ineens een ton per jaar extra moest gaan betalen. Een situatie die voor Staphorst aan de orde was op een bepaald moment. Dan zou je ook denken, wat moet ik met die veiligheidsregio? En daarmee zou je ook langzaam maar zeker draagvlak, bestuurlijk draagvlak, in die veiligheidsregio ondermijnen. Dus ik heb altijd gestuurd op goede verhoudingen. En dat vertaalt zich ook naar een verdeelmodel, dat voor een belangrijk deel historisch is, en maar voor een beperkt deel, wat je bijna zou kunnen zeggen, door de feitelijke kosten. Het antwoord op de vraag van de heer Veldhuis, wat zijn de consequenties daarvoor geweest voor de gemeente Dalfsen? Ik meen, maar we hebben dat hier aan de orde gehad, ik doe het uit mijn hoofd. Ik meen dat we dit keer een nadeel hadden van 25.000 euro in het verdeelmodel. Totaal opgroting is dat niet zoveel. Vooral niet als je weet dat je bij de introductie van het vorige verdeelmodel een voordeel had van 75.000 euro. Dus alles bij elkaar is het zo dat wij nog steeds erop vooruit gegaan zijn als gemeente Dalfsen. En overigens, als je kijkt naar de financiële ontwikkeling, is het ook zo dat onze kosten zeer beheerst zijn gebleven. Oftewel, er is 0 euro kostenstijging geweest over die afgelopen periode, wat de facto een kostendaling betekent. Hebben we door die dubbele besturing minder zicht gehad, meneer Raamaker, op kansen of bedreigingen? Dat is volgens mij niet aan de orde. Dat is echt absoluut niet aan de orde. Als ik ook nog een keer, hebben we hier ook gezegd, in zijn algemeenheid denk ik dat de fusie tussen de verschillende korpsen, en heb ik het met name over de brandweerkorpsen, die heeft geleid tot een kwaliteitsverbetering. Ik ben daar echt persoonlijk van overtuigd. Oefenen gaat beter, afstemming is beter, er is meer kennis beschikbaar, wordt ook beter gedeeld. Dat heeft absoluut geleid tot een kwaliteitsverbetering. Voldoet de besturing van de veiligheidsregio wel, maar van uw portefeuillehouder dus nog niet. En dat moeten we gewoon in het begin met de nieuwe raad gaan oplossen. Een aantal van u hebben het gehad over de omgevingswet en de WABO. Meneer Lochtenberg, meneer Raamaker, maar ook anderen. En de vraag is, gaat dat leiden tot extra kosten? Nee, dat gaat niet ten principale leiden tot extra kosten. Dat hoeft helemaal niet. Het is niet zo dat Dalfsen ineens onveilig wordt omdat er een omgevingswet komt. Het hangt af van hoe wij die omgevingswet gaan toepassen. En ik zou u ten zeerste willen adviseren om op het punt van veiligheid en niet ineens alle remmen los te gooien. Daar hebben we hele heldere punten over afgesproken. Voorzitter, als ik even mag. De vraag was juist of het tot minder kosten zou gaan leiden. Ik heb geen idee, meneer Lochtenberg. Ik durf die voorspelling niet te doen. Maar de heer Raamaker had het over de vraag over meer kosten. Nee, ik zie dat niet. Minder kosten zie ik ook niet. Ik geloof dat we dan dingen aan elkaar gaan vastknopen die je niet aan elkaar moet vastknopen. De heer Nijkamp, en dat is wel interessant, maar ook anderen geloof ik, verwijzen naar het organogram. En
Het is inderdaad, de veiligheidsregio is een netwerkorganisatie. En het is niet zo dat de veiligheidsregio en de politie aanstuurt en de brandweer aanstuurt en de GGD aanstuurt, de GOR, de gezondheidsorganisaties en de hele complete gemeentelijke organisatie aanstuurt. Want op momenten van crisis is de complete gemeentelijke organisatie onderdeel van de netwerkorganisatie veiligheidsregio. U heeft geen idee bij een crisis als het gaat om communicatie, als het gaat om informatie van bewoners naar buiten boven krijgen, als het gaat om beschikbaarstelling van noodlocaties, wat daar de rol van de gemeente in is. Dus dat kenmerk netwerkorganisaties is onvermijdelijk verbonden aan die veiligheidsregio. Kom ik ook weer terug. Dat maakt het dus onvoorstelbaar belangrijk dat daar goed samengewerkt wordt. Wanneer zie je dat, meneer Wildfank? Dat zie je bij een crisis. Dat zie je bij een crisis, want dan hebben we de hulpdiensten, komen alle ambulances aanrijden. Maar het is niet zo dat de ambulances van Nederland onderdeel uitmaken van de veiligheidsregio. En die brengen dan op dat moment ook slachtoffers naar ziekenhuizen, die geen onderdeel uitmaken van de veiligheidsregio. Dus die samenwerking is essentieel. En die samenwerking die ontstaat doordat je echt hele goede procedures hebt, die ontstaat ook omdat je goed geoefend bent. Gaat die altijd goed? U haalt het voorbeeld aan van ons ernstige treinongeluk. Nee, dat gaat niet altijd goed. Dus zo'n treinongeluk wordt dan vervolgens ook geëvalueerd. En dan zijn er ook wel weer 1 of 2 punten die de volgende keer echt beter moeten. Ik wil dat nu even niet met u gaan doen als u dat goed vindt. Maar nee, we leren daarbij voortduring. En we oefenen dan vervolgens ook weer met z'n allen. En in die zin is het ook goed om te weten dat ook onze wethouders en onze lokale burgemeester, onze wethouders, dus ook oefenen. Een aantal weken geleden is de heer Uitslag, heeft een ramp proberen te managen. En of dat goed gegaan is of niet, dat doet er verder niet toe op dit moment. Geen dooi. Geen dooi in ieder geval. Maar het grappige van uw vraag is dat de veronderstelling van uw vraag absoluut niet klopt. Want u stelt namelijk de vraag, kun je in een korte schets zo'n ramp aangeven of het wel of niet goed functioneert? Ja, met betrekking tot die ramp kan ik dat wel, maar die ramp is maar zo'n klein deel, die rampenbestrijding is maar zo'n klein deel, van een feite wat een veiligheidsregio moet doen. En dat is misschien ook wel het deel wat we onvoldoende doen met elkaar. Nadenken over hoe een veiligheidsregio een rol kan spelen bij preventie. Hoe het een rol kan spelen bij versterken van burgerkracht op het moment dat er zich incidenten voordoen. Hoe het een rol kan spelen bij het verschaffen van kennis en inzicht als het gaat om vergunningverlening. Daar werd ook aan gerefereerd. En eigenlijk is het bewustzijn op die punten die minstens zo belangrijk zijn als het gaat om het voorkomen. Van voorkomen van incidenten, dan wel het voorkomen van slachtoffers bij incidenten. Minstens even belangrijk. Daar hebben we met elkaar in de afgelopen tijd te weinig over gesproken. Kom ik weer terug bij die rol van opdrachtgever. De essentie zit te veel op het rooien. En te weinig op wat hier dan het kouwen heet. Dus als het niet brandt. Dat deel. Dus ja, het werkt. B, het is maar een beperkt deel van wat eigenlijk de opdracht van een veiligheidsregio is. Meneer voorzitter, mag ik daar toch nog één keer mijn vraag een stukje herhalen? Ja. Want een deel van mijn vraag was ook, hebt u zich persoonlijk als portefeuiller op dat moment voldoende ondersteund gevoeld? Ja, wel voldoende, maar het kan beter. Ik heb daar wel kritiekpunten op die ondersteuning. Ja, maar ja. Ik heb altijd wel kritiekpunten, zoals u weet. Maar het eindoordeel luidt voldoende. Maar het komt beter. Dat zeggen we dat hier vaak trouwens in deze zaal. Meneer Schrijver, een paar praktische vragen. Is de samenstelling van het bestuur toeval? Ja, ik wist niet dat het allemaal IJsselmensen waren. Enige tijd geleden waren het allemaal Vechtdalmensen. Maar ja, ik denk dat het echt toeval is. U moet ook de betekenis van het dagelijks bestuur niet overschatten. Want ook de andere bestuurders hebben allemaal portefeuilles. Weliswaar niet personeel en organisatie, die zit in het dagelijks bestuur, dat is ook logisch, maar inhoudelijke portefeuilles wel. En ik doe onder andere jeugd en ik doe ook mishandeling. Ik doe het veiligheidshuis RIEC, het RIEC. Internetcriminaliteit en de veiligheidsregio, ik zie geen relatie, meneer Lochtenberg. Ik denk dat dat echt iets is wat bij de politie zit en niet bij de veiligheidsregio. Dalsen neemt weer taken terug. Ik weet niet precies wat u eigenlijk bedoelt. Bedoelt u misschien de bevolkingszorg, dat deel? Staat in een stuk.
dat geconstateerd wordt dat er steeds meer taken terug, kleinere taken terugvallen bij de gemeente. Ja, moet ik op. Dat weet ik even niet zo snel. Met name bouwen en gebruiksvergunningen. Ja. Nee, maar wat wij wel proberen is om de bureaucratie bij eenvoudige vergunningverlening om die zo klein mogelijk te houden. En dan is het de vraag of je daar een veiligheidsregio of een uitvoeringsdienst, een RUD, een rol in moet laten spelen. En heel eerlijk gezegd is het soms gewoon praktischer om het zelf te doen. Voorzitter, mag. De vraag die daar aan hing was van, heeft het dan gevolgen voor ons overal kostenplaatje? Nee, dat leidt op dit moment niet tot hogere kosten, want de afstemming namelijk is zo duur dat je het beter zelf kunt doen. Ja, het zijn gewoon te kleine dingen om te moeten overdragen, weer te moeten toetsen. En je krijgt weer vragen van burgers die je dan moet doorspelen. En uiteindelijk heb ik gezegd, het is allemaal zo simpel en standaard werk, laten we het alsjeblieft zelf doen. Veiligheidsrisico met betrekking tot evenementen is in de evaluatienotitie aangegeven dat dat echt beter moet. Tenminste, wij willen beter opnieuw goed kijken naar hoe we met vergunningverlening rondom evenementen omgaan. Hebben we volgens mij hier ook uitvoerig met elkaar gesproken in het kader van het rekenkameronderzoek. Dat organisaties zeggen, dat is voor mij helemaal nieuw. Begrijp ik ook eerlijk gezegd niet. Dus dat organisaties zeggen dat volgens hun er niet meer gekeken wordt naar veiligheid, dat is voor mij nieuw. Ook dat lees ik in stuk. Nou, volgens mij refereer ik dan nu gewoon aan het punt wat we ook in de rekenkamercommissie hebben gehad. En dat we dus inderdaad, en dat is wat ik wel zei, dat van de organisaties heb ik ook niet in het stuk gelezen. Maar wat ik wel lees is dat we dat evenementenbeleid scherper moeten krijgen. Maar ik heb daar ook de Raad volgens mij toezeggingen over gedaan in het kader van de rekenkamercommissiebehandeling. En daar wou ik me ook aan houden. Agenten tekort, speelt dat in het kader van de veiligheidsregio? Nee, is niet aan de orde. Omdat in termen van crisis er gewoon absoluut voldoende agenten beschikbaar zijn. Dat speelt dus niet. En de directe rol van de omgevingswet, ja, ik zie hem even nog niet. Hangt er vanaf hoe we hem gaan behandelen. Volgens mij is dat vooruitlopen op ontwikkelingen waar ik nu echt onvoldoende inzicht in heb. Mijn overal conclusie naar aanleiding van de evaluatie veiligheidsregio is dat wij, met betrekking tot de kwaliteit van wat de veiligheidsregio levert, echt tevreden ben. Er gebeurt op dit moment, wordt er een audit gedaan op de veiligheidsregio door een visitatie, door een externe partij. Dan moeten we afwachten natuurlijk wat daar uitkomt. Want ik beoordeel het ook vanuit mijn eigen ervaring en beleving. En ik zal u te zijner tijd ook die uitkomsten van die audit via de RIS laten weten. Voorzitter, tot zover. Dank u wel, meneer Nouten. Ik denk dat we dan opererend, of had u nog een vraag? Nou, ik wou graag nog even reageren naar aanleiding van de beantwoording. Meneer Nijkamp. Allereerst als het gaat over de opdracht vanuit de gemeente Dalfsen naar de veiligheidsregio. De burgemeester zegt van ja, dat is een persoonlijke opdracht geweest. Maar misschien doet u daar de raad toch iets mee tekort. Want ik kan me toch herinneren dat hier bij voortduring wel degelijk over de veiligheidsregio in de raad is gesproken. Zelfs volgens mij bij u zelfs op het irritante af. Tenminste, zo is dat destijds wel overgekomen. Dus ik denk wel degelijk dat de Raad een aantal signalen heeft meegegeven, een aantal verzoeken heeft meegegeven waar u mee aan de slag bent gegaan. Dus in die zin is er wel iets gebeurd. En het is niet alleen maar een kwestie van de zaak op papier zetten. Er zijn ook discussies hier en die gaan ook gewoon mee, denk ik, in uw rol als opdrachtgever. Dat is het eerste punt. Tweede punt gaat dan toch even over dat organogram. Want voordat je het weet zet het organogram je wel op een verkeerd been. Er wordt namelijk geen onderscheid gemaakt in wat u nu wel zuiver aangeeft. Aan de ene kant is het een netwerkorganisatie en aan de andere kant is het een hiërarchisch plaatje. En daar zit ook precies het verschil tussen zeg maar, de lijn richting de brandweer en de lijn richting de politie waar ik naar gevraagd had. Dus in die zin is het misschien ook wel goed om een iets ander plaatje te tekenen dan wat we nu voorgeschoteld hebben gekregen. Dat helpt denk ik wel in het helder positioneren hoe het werkt. Dank u wel. Meneer Nouten. Dank met betrekking tot die tip van organogram. Het probleem van de veiligheidsregio. Probleem. Het kenmerk van de veiligheidsregio is dat in het geval van crisis is het wel een hiërarchie. En als er geen crisis is, is het geen hiërarchie. Maar dan is het een netwerkorganisatie. Dus je zou bijna kunnen zeggen, de aard en het karakter van de veiligheidsregio verandert afhankelijk van het moment en de opdracht die ze heeft. Dat is zeer bijzonder.
Dat geldt voor de meeste organisaties niet. Die hebben gewoon een bestaande hiërarchie met bestaande verhoudingen. Maar dit is dus een kameleon. En hier zit inderdaad beschreven de organogram. Als ik het goed kijk, maar ik zal het onderscheid een keer maken. Dat is misschien wel helder. Dus dat is één. En twee, ja, meneer Nijkamp, ik hoor wat u zegt. En natuurlijk is er het nodige gezegd hier. Maar de vertaling van ons eigen veiligheidsbeleid richting onze inbreng naar de veiligheidsregio is nooit gemaakt. En, weet je, en ik zelf zou toch denken dat u, degene die toch altijd graag kadernota's heeft en ook uitgangspunten geformuleerd wil hebben, dat u het toch met me eens zult zijn dat het eens een keer goed is dat we dat ook met betrekking tot ons beleid richting de veiligheidsregio zullen gaan doen. Dat is het punt wat ik heb geprobeerd te maken. En dus dat ontbreekt, dat hebben we niet. En we hebben zeker af en toe gesproken over het onderwerp. En u refereert aan tot irritatie toe, geloof ik. Nou, dat klopt wel, ja. Maar dat beperkte zich tot, wat je bijna zou kunnen zeggen, ik vond dat je op een bepaald moment ook vertrouwen mocht hebben in de kwaliteit van de samenwerking en naar aanleiding van de fusie. Dat is denk ik het punt waarvan ik op een bepaald moment dacht, kom, laten we nou eens een keer gaan kijken hoe het gaat. Ja, maar voor de rest, u kent mij toch niet als een... Ik zal even het beeld uitzetten. Zegt hij heel genoegzaam. Dat is het einde. Meneer Lochtenberg? Ja, even naar aanleiding van uw opmerking over de organisatoren van evenementen. Tevreden met uw antwoorden gaat het niet om. Maar in een stuk zelf wordt gesproken over, wordt geconstateerd dat op het gebied van evenementenadvisering zien we een afname van het aantal controles. Door de veiligheidsregio. Dit levert bij de organisatoren onzekerheid op. Hebben we alles goed geregeld? Handelen we wel volgens de voorschriften? Dit punt behoeft aandacht naar de toekomst toe. Vandaar mijn vraag. Exact wat we ook naar aanleiding van de Rekenkamercommissie rapport hebben geconstateerd. Het zit hierin en daar komen we dus ook op terug. Dan sluiten we wel de informerende ronde af en gaan we naar de opinierende ronde. En wie mag ik daar als eerste het woord geven? Meneer Lochtenberg, CDA. Ja, dank u voorzitter. De voorliggende evaluatie is wat mij betreft nogal een technisch document, maar dat op zich wel een goed overzicht biedt van doelen en functioneren van de veiligheidsregio in relatie tot Dalfsen als deelnemende gemeente. Roept wel een aantal vragen en zorgpunten op. Ik pik er inmiddels een paar uit, want een paar zijn beantwoord, daar ga ik niet verder, kom niet op terug. Mocht de genoemde dubbele pet de portefeuillehouder in verlegenheid brengen, dan verwachten wij wel van hem dat hij de raad meeneemt in zijn overwegingen. Of is het afwegingen? Die hebt u wat mij betreft prima beantwoord en voldoende beantwoord. De financiële bijdrage aan de veiligheidsregio die loopt elk jaar iets op en kost ons dit jaar zo'n 1,7 miljoen euro. Daar kun je van alles van vinden, maar het is wel serieus geld. Om daar wat meer gevoel bij te krijgen is het wat ons betreft goed om eens naar de kosten per inwoner te kijken. En die blijken inderdaad al 3 jaar stabiel te liggen op zo'n 60 euro per jaar. Ook 2017 lijkt daar na herijking en na bezuinigingsopdracht weer op uit te komen. De veiligheidszorg door brandweer en ambulancediensten, rampenbestrijding en de veiligheid met betrekking tot grotere bedrijven en evenementen kost in totaal per inwoner dus 5 euro per maand. Wij denken dat een mooie opdracht kan zijn voor onze portefeuillehouder. Ziet u op die continuïteit in de kosten, zodat die inwoner maximaal op die 5 euro per maand uit blijft komen. De weerstandscapaciteit wordt geconstateerd van de Veiligheidsraad, die is onvoldoende. Maar wat ons betreft is wel de vraag of de Veiligheidsraad zelf die weerstand moet aanhouden en wellicht op een pot met goud komt te zitten. Of dat de gemeente hier rechtstreeks voor aan de lat moet staan. Een klein ding over de procesplanning nog. Voorgesteld wordt om de te maken startnotitie integrale veiligheid via het RIS aan de raad ter beschikking te stellen. En de raad kan dan, zoals we weten, die notitie te zijner tijd zelf agenderen. Die notitie kan echter niet los worden gezien van de te ontwikkelen visie op de inbreng in de veiligheidsregio IJsseland. En daarin gaat het om die lokale inbreng en verwachtingspatroon via de portefeuillehouder meer helder en scherper te formuleren. Zodat inbreng en aanspreekbaarheid op de resultaten beter controleerbaar wordt voor deze raad. En wij denken daarom dat het verstandig is om die startnotitie sowieso te agenderen. Dat is hem. Dank u, voorzitter.
Dank u wel, meneer Lachtenberg. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Veiligheid, dat ligt ons na aan het hart. En waar we hier natuurlijk ook mee te maken hebben, is aan de ene kant de regionale organisatie. En tegelijkertijd de behoefte aan lokale functie. En er zit altijd wat spanning op. En we snappen dat we geen keuze hebben op een gemeenschappelijke regeling, ja of nee. Want het is gewoon wettelijk vastgelegd. Dus die vraag is ook snel beantwoord. Maar de vraag is meer van, en hoe ga je dat dan doen? Nou, wat dat betreft is het ook prima dat wij met de nieuwe raad straks ook invulling gaan geven aan een serie doelstellingen die voor de komende 4 jaar. Dus laten we die uitdaging ook maar oppakken. Dus graag, dan wordt die ook wat explicieter. Dus ik ondersteun dat van harte. We zitten tegelijkertijd ook wel na te denken van, zou je bij het opstellen van zo'n lokaal integraal veiligheidsbeleid, zou je daar ook op een of andere manier de inwoners en bedrijven wat explicieter bij kunnen betrekken. Er is natuurlijk wel een burgerpanel gehouden, maar de vraag is of dat nou het geëigende middel is. Zou je daar iets mee kunnen? Dat is ook in die zin nog een aanvullende vraag, maar er zit wat in opinierend gedeelte en... Nou, laten we in ieder geval kijken wat we daarmee mee zouden kunnen doen. Eén ding is wel duidelijk, in 2018 komt daar wel het accent te liggen om die doelen expliciet met elkaar te formuleren. En in die zin ondersteun ik van harte het pleidooi van de heer Lochtenberg om ook die startnotitie hier in de raad te behandelen. En vervolgens worden we als raad blijkbaar ook door de veiligheidsregio zelf in totaliteit uitgenodigd om mee te denken over het meerjaren beleidskader wat zij wil ontwikkelen. En daar zal, neem ik aan, het integraal veiligheidsplan vanuit de gemeente Dalfsen input op vormen. Dat loopt voor een deel parallel. Hoe dat dan precies eruit komt te zien, daar laat deze notitie zich niet heel erg over uit. Maar dat vergt nog wel een goede en tijdige afstemming. Dat zouden we graag mee willen geven. Voldoende betrokkenheid. Dus op zich kennis genomen van en wat ons betreft een goede aanzet om op deze manier met deze partij om te gaan. Dank u wel. Dank u wel, meneer Nijkamp. Meneer Raamaker, gemeente Belangen. Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, u gaf net aan van dat we geen kaders hadden meegegeven. Als gemeente Belang, volgens mij hebben we wel kaders meegegeven. En dat was in ieder geval de kosten, want daar heb ik al een paar jaar op gehamerd. Nou, die blijven nu binnen de perken. We krijgen ze ook nog weer wat terug. Dus wat dat betreft moet je toch een compliment maken. En ook de brandweer, de vrijwilligers, daar hebben we erg op gestuurd en aangegeven. Nou, ik ben blij dat het zo geolied loopt nou. En daar zijn we met z'n allen zeer blij mee. Kennis nemen van die evaluatie, nou, dat hou ik bij deze gedaan. En dan de opinie is wat lastiger, maar ik wil toch weer een paar dingen, praktische dingen meegeven die u mee kunt nemen. Dus beschouw het maar als een kader. En dat is ook de bereikbaarheid van de hulpdiensten. Vinden we zeer belangrijk. De bezetting van de politie in de toekomst. Nou, meneer Lochtenberg gaf het ook al aan. Zijdelings is toch die politie bij die veiligheidsregio betrokken. Dus dat kent zorgen denk ik in de toekomst. Maar ja, ik denk niet dat het 1, 2, 3 op te lossen is. Maar in ieder geval die advertentie op dat stuk wat in de krant stond. Met die 200 mensen die ze dan zoeken. Dat wordt denk ik in de toekomst alleen maar meer een probleem. Dan drugsgebruik, daar willen we graag aandacht voor vragen. Bereikbaarheid van de meldkamer, 06-nummer. Het is allemaal groter geworden. Maar de meldkamer vind ik nog niet een succes. En er is vaak storing. Dus er is zo'n grote meldkamer die in Apeldoorn zit. En dan, ja, je moet toch de bereikbaarheid via die meldkamer goed kunnen bereiken. Dus dat als er wat is, dat je hulp kunt krijgen. Dan de betrokkenheid van bestuur. Nou, ik ga ervan uit dat u alle hens aan dek in het bestuur zit en dat er, als er wat gewijzigd wordt, als er wat aan de hand is, dat u ons dichtbij houdt. En ik denk ook dat, zoals die voor is gesteld door enkele mensen hier daarnaast, van dat we volgend jaar met de nieuwe raad weer gaan werken aan een helder stuk, zeg maar, met nieuwe dingen, nieuwe feiten die we dan gezamenlijk op kunnen stellen. Dus wat nu betreft, ik zou zeggen, hou ons op de hoogte. En neem die dingen die ik net gezegd heb, neem die mee. Want die vinden we toch praktisch en zeer belangrijk. En voor de rest kunnen we akkoord gaan met wat voor ligt. Dank u wel. Dank u wel, meneer Raamaker. Ik kijk even verder. Meneer Schrijver, D66.
Ja, veiligheid is inderdaad heel belangrijk en het kan ook zomaar omslaan in een onveilige situatie. Ik ben blij met een goede evaluatie en een goede werkende veiligheidsregio. En ook al klinkt het misschien een beetje raar uit de mond van een democratische partij, maar ik ben ook blij dat het in tijd van crisis snel kan omschakelen naar een commandostructuur, want dat heb je dan nodig, dat weet ik als voormalig hoofdbedrijfshulpverlening. En dat betekent dat je de inspraak vooraf goed geregeld moet hebben om klaar te staan als een commandostructuur moet worden ingeschakeld. Want als er een heel gebied zou moeten worden ontruimd, dan heb je een nog grotere weerstand dan wanneer je een gebouw moet ontruimen. Dus blij met de huidige evaluatie. Dank u wel, meneer Schrijver. Meneer Wildvang, Partij van Arbeid. Dank u wel. Ik moet zeggen dat ik, zoals ik net al zei, een weerbarstig onderwerp vind. Want hoe doe je dat nou als gemeenteraad? Hè? Hoe kom je nou tot zo'n kader of beleidsnota op dit onderwerp? Uiteindelijk kun je als raad proberen vast te stellen in een kadernotitie hoe je denkt dat het college of de burgemeester het spel met de regio moet spelen. Maar als dat relatief goed gaat, en dat beluister ik toch een beetje, dan is er helemaal niet zo heel veel aanleiding om in evaluaties heel scherp te kijken naar veranderingen en verbeteringen. En op de letterlijke vraag die in het raadsvoorstel staat, zou ik dan ook me willen aansluiten op wat de portefeuille net zelf al zei van hoe ervaart u nou, hoe hebt u uw eigen rol gezien en wat staat er eigenlijk? Nou, kon beter, denk ik dan. En ook met die bril heb ik verder ook even naar het stuk gekeken. Kon beter, wat zou je nou als raad beter kunnen en moeten doen op basis van deze evaluatie? Dan kunnen we allerlei suggesties meedoen aan het college, maar het gaat denk ik ook over onze eigen rol. Hoe zouden wij dit nou kunnen verbeteren? In eerste instantie ben ik even gehaakt op die verwevenheid tussen opdrachtgeversrol en eigenaarsrol. Is dat nou iets wat je binnen de gemeente zou willen scheiden in verschillende rollen? Moet nou het college een andere rol vervullen, eigenaar wellicht, of opdrachtgever, en burgemeester als eigenaar? Zou dat iets tegemoet kunnen komen aan het onderwerp? Weet ik niet. Geef het als suggestie mee. En het tweede punt waar ik even op ben blijven haken, en dat is ook gelijk het laatste. Kijk, de raad is natuurlijk niet het forum om crisissturing te doen. Kan niet aan de orde zijn. Dat hoor ik overal. Dat hoort echt bij het college, hoort bij de burgemeester. Maar ik ben aan de andere kant niet erg hoopvol als het erover gaat van, ja, hoe gaan wij dit in de voltallige raad, dit onderwerp nou diepgaand, voorbereiden, bespreken. Daar zie ik echt nog wel wat tegenop. Ja, we kunnen natuurlijk beleidsnota's en kadernota's vaststellen voor de sturing vooraf en evaluaties voor de bijsturing, bijstelling achteraf. Maar ik heb ook even geprobeerd na te denken, hoe zou je het anders kunnen doen? En toen kwam ik toch op een, ja, dat is een risico wat ik nu ga zeggen, maar kwam ik op onze commissie planning en controle, die het onderwerp begroting en alles wat ermee samenhangt voor zijn rekening neemt en voorbereidt voor de raad. Je zou ook je kunnen voorstellen dat je een commissie veiligheid hebt die één keer per jaar een evaluatie met de burgemeester en wellicht de regio doorspitten om eens te kijken van wat halen we hier nou uit waar we als raad iets mee zouden moeten kunnen, wat we in een kadernota zouden kunnen laten verwerken. Dan kan het gesprek volgens mij wat meer diepgang krijgen dan wanneer we dat in zo'n voltallige raad één keer in de zoveel tijd eens even langs krijgen en daar mogelijk met enige irritatie over spreken. Dat is natuurlijk niet de bedoeling in dit onderwerp. Dus dat zou mijn tweede suggestie zijn. Zouden we eens kunnen nadenken, dat wil ik aan het college overigens meegeven, zouden jullie er eens over na kunnen denken, of een commissie vanuit de raad dit thema zou kunnen pakken om eens te kijken hoe we daar wat meer diepgang in brengen. Daar wil ik graag bij laten. Dank u wel, meneer Wildvang. Meneer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. Het meeste is denk ik al gezegd. Wat ik nog even wil aanvullen is, ja, we zijn blij met deze evaluatie. Voor ons is veiligheid natuurlijk ook van het grootste belang. En dan met name de constatering bij deze evaluatie dat we voor de toekomst naar duidelijke meetbare doelstellingen moeten gaan. Het opstellen van het integraal veiligheidsbeleid in 2018, dus met een nieuwe raad, biedt daar alle gelegenheid voor. En als VVD zullen we tijdens dat proces bewaken dat die duidelijke doelstellingen zullen komen. Tot zover. Dus we stemmen ook in. U stemt niet in, maar u neemt kennis. Maar er zijn in de opinie toch nog een paar zaken genoemd. Het startnotitie agenderen, weliswaar gaat daar de agendacommissie over, maar er moet er wel input komen. Inwoners bedrijven betrekken en een commissie veiligheid. Even de hoofditems er even uit. Gaan uw reactie daarop en misschien uw opinie van uw zijde over alles wat erin gebracht is.
Dank u wel. Het zijn een paar concrete punten ingebracht waarvan ik denk die kunnen we natuurlijk straks gewoon meenemen in onze notitie integrale veiligheid. De punten van de heer Raamaker met betrekking tot bereikbaarheid van hulpdiensten, drugsgebruik en dat soort zaken. Die kunnen daar een rol in krijgen, een plek in krijgen. Dat gaan we ook doen. Er is nog door een paar mensen over de betrokkenheid van het bestuur en die dubbele petten. Een aantal dingen zeggen, ik heb eigenlijk een beetje een hekel aan het woord dubbele pet. Het is mijn eigen schuld. Maar je hebt soms verschillende opdrachten gelijktijdig. Dubbele pet, dat suggereert dat er een soort tegenstrijdige belangen zou zijn. Dat is helemaal niet aan de orde. Het enige wat ik gezegd heb in de notitie, en ik blijf het herhalen, dat is dat de oriëntatie op het functioneren van de veiligheidsregio in de afgelopen 6 jaar veel sterker was dan de vraag hoe wij vinden dat we het veiligheidsbeleid in onze eigen gemeente vorm zouden moeten geven. Dat is het punt wat ik heb proberen te maken. Daar zou ik graag een verschuiving in willen hebben. De heer Wildfank geeft aan, kan het dan door bijvoorbeeld die rollen te scheiden, dat kan gewoon echt wettelijk niet. Dus het bestuur en de verantwoordelijkheid voor de veiligheid en voor de veiligheidsregio is belegd bij de burgemeester. Dat is gewoon echt zo. Je kunt die rollen niet uit elkaar halen. De wet staat er niet toe. En overigens vind ik dat ook prima. Maar hou ons op de hoogte als daar problemen zich voordoen. Is door een aantal mensen gezegd. En dat lijkt me prima. Dat gaan we ook echt doen. Ik hou je wat dat betreft op de hoogte. Misschien ook goed om je even te realiseren. Dit is de eerste keer dat we dit doen. Voor wat betreft de verbonden partijen. En daar hebben we er nog een paar van. Dus u gaat het probleem, meneer Wildfank, wat u hier nu heeft. Namelijk, hoe maak ik het concreet? Gaat u daar bij de GGD ook krijgen? Want ook dat is een verbonden partij. Dus ik zou zeggen, pas op. Want voordat je het weet, hebben we een commissie GGD. En we hebben een commissie onderwijs. En we hebben een commissie veiligheidsregio, want ik weet niet of dat verstandig is. Wat ik u wel ga toezeggen, dat is dat er een startnotitie komt. En wat mij betreft wordt die geagendeerd. Ik zeg wat mij betreft. Indachtig te worden van de voorzitter ga ik daar niet over. Maar in ieder geval, we zullen hem zodanig schrijven dat dat zou kunnen. En daar zullen dit soort vragen ook aan de orde worden gesteld als onderzoeksvragen. Hoe maak je het concreet? Daar zal ook de vraag aan de orde dan komen in welke wijze je ondernemingen, bedrijven en burgers vervolgens betrekt bij de ontwikkeling van je beleid. Ik ben daar overigens, tot slot voorzitter, helemaal niet somber over. Ik heb een paar voorbeelden genoemd waarvan ik denk dat we nog enorme stappen zouden kunnen zetten in de komende jaren. Bijvoorbeeld als ik het heb over zelfredzaamheid van burgers. En dan heb ik het over zelfredzaamheid van burgers in de buitengebieden waar je weet dat de brandweer niet binnen 1 of 2 minuten aanwezig is. Daar kunnen wij nog heel veel dingen doen in de komende tijd. Als het gaat om, dan heb ik het over zelfredzaamheid, maar als het gaat, weet u, burgers zijn vaak als eerste ter plekke. Dus het gaat ook om de vraag hoe je burgers een rol kunt verlenen, juist in die acute hulpverlening. Dat is nog iets anders dan zelfredzaamheid. Dus er zijn een aantal ontwikkelingen in dat hele veiligheidsdomein waarin wij de komende jaren grote stappen nog met elkaar kunnen zetten en waarin de gemeente een belangrijke rol gaat spelen. Sommige dingen zullen heel ouderwets lijken. Zoals het verzorgen van EHBO-cursussen op de brandweerkazerne. Of het geven van voorlichting vanuit de brandweer aan ouderen die alleen wonen. Dus zo zijn er allerlei voorbeelden te bedenken waarvan ik denk dat we dat onvoldoende hebben gedaan in de afgelopen jaren. En dat dat beter en concreter zou kunnen in de toekomst. Dat moet terugkomen in die beleidsnota. Dit is alleen maar om het te verbeelden. Ik ben daar veel optimistischer over dan dan u misschien, als het gaat om het concretiseren van dat beleid. Dat was het, voorzitter. Toezegging is dus startnotitie, daarin komt ook de rol van ondernemingen en van burgers. En de toezegging is om ook na te denken over mogelijkerwijze een aparte commissie waar veiligheidsbeleid aan de orde zou kunnen komen. Maar dat is volgens mij in een latere fase pas aan de orde. Dank u wel voor uw reactie hierop. En dan noem ik inderdaad ook uw toezegging van de startnotitie. Maar ook dat wij met de beleidsvisie die de nieuwe raad gaat behandelen. Dat er toch heel wat meer onderwerpen aan orde komen waar ook de zelfredzaamheid of de rol van de burgers uitgebreid in te sprake komt. Maar ook de rol hier van de raad van hoe moeten wij de opdrachten meegeven aan,
aan u als vertegenwoordiger in de veiligheidsregio. Welke agendapunten dragen wij aan? Dat het veel meer zal moeten dan dat tot nu toe heeft plaatsgevonden. Daarmee concludeer ik dat wij kennis hebben genomen van deze evaluatie van de veiligheidsregio en dat we dit agendapunt kunnen afsluiten. En dan komen we ook om bijna 9:30 aan de sluiting van deze vergadering. Ik wens u morgen een hele fijne Sinterklaas toe en nog een fijne avond.